heb gezegd, als ik 70 word, ja. 69 overleef. Ja. Want ze was het nuf een jaar lang volhouden. Niet mee. Daar word je ook heel moe van. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Hartelijk vrijdag en welkom bij Nachtzuster. En het zou zomaar kunnen dat je rondloopt met een vraag die niets met belastingen te maken heeft. Dan kun je nu bellen naar 0800-1121. Het principe van dit programma is dat je een vraag kunt stellen die overal over kan gaan. En dat er dan altijd wel iemand luistert met heel veel verstand van zaken die bereid is om ook even te bellen en een antwoord te geven. Of in ieder geval een beetje verlichting te bieden op het gebied van lastige kwesties. 0800-1121, dat is het nummer. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Dat is de mogelijkheid om ook eventjes te mailen. Chatten kan op www.omroepmax.nl/nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden... twitteren, dat kan ook. Apenstaartje, nachtzuster. Oh, wat een mogelijkheden. Maar het makkelijkste is misschien om de telefoon te pakken. 0800-1121. Ellie Smit, goeienacht. Goeienacht. Zeg het Hallo. Eens. Hi. Ik had een vraagje. Vorige week was het net onder nul, maar het gaat een 3-4. Ja. En dan met de harde wind, de gevoelstemperatuur was dan 10 tot 15 graden, min 15. Ja. Dan was mijn vraag, heeft dat ook gevolgen voor ijsvorming? Ja. Ja, ik moet geen antwoorden geven, maar ik reed langs een, wat was het, een fontein... Ja. En het was 2 graden boven nul en die hele fontein was bevroren. Was een prachtig gezicht. Ja, maar dat kan natuurlijk nog komen omdat het 's nachts bevroren heeft. Ja. En dat is dan misschien de volgende vraag. Of is het zo dat die harde wind, ook al was het boven nul, dat die gevoelstemperatuur koud dan nog koud is, dat het de ijs in stand houdt? Oh ja. Dus als het voelt als min 15, dooit het dan eigenlijk? Vriest het dan eigenlijk? Of, ja. Is het, of houdt het de ijsvorming gewoon in stand? Een soort constante. Dikker wordt, maar in stand houdt, ook al is het boven nul. Ja. Net 1 of 2 graden boven nul. Ja, nou, dat is een goede vraag, Ellie. Ja, en is er een reden dat je het wil weten? Is het, ik wandel altijd en ik zie altijd die ijs. Ik denk, nou, misschien eens een keer een vraag voor de nachtzuster. Nou, heel terecht. Ja, het is altijd het allerbeste om gewoon de vraag via de nachtzuster even te stellen. 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord. Dankjewel. Bedankt, fijne Ellie. Dag. Hetzelfde. Doei. Dag. Chris. Ja, dag Astrid. Goeienacht is het eigenlijk, ja? Ja. Ja, ik heb een hele simpele vraag. Nou. Waarom zijn alle hemellichamen rond? Ik kijk steeds naar, naar buiten en dan zie ik de maan en dan zie ik de zon ondergaan vanavond. En ik ben al zo dikker van plan om je te bellen en ik kom er maar niet tussen. Nee. En nou is het visje aan de haak. Het is zover. Het visje is aan de haak. The eagle has landed. Het is gekomen een keer door de grote knal, hè, de oerknal. Maar waarom zijn dan alle hemellichamen rond? Maar bijvoorbeeld de aarde is een, zeg maar, een anti-ei. Ja, maar het is toch rond. Het neigt wel erg naar rond, hè? Als ik een foto zie zo vanuit zo'n ruimtevaartuig, dan zie je toch, of van verder nog desnoods, en dan zie je toch een prachtige ronde. En kijk eens naar de maan, hoe schitterend rond dat die is. Ja, en als je... Kijk, en die paar kleine heuveltjes, dat maakt niet uit. Nee, die tel je niet mee. Die kratertjes op de maan en zo, die... Nee, dat is miniem. Dat is een dikte van een vloedje als je een euro neerlegt, bij wijze van spreken. Ja. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Ik hoop dat iemand het weet, dat iemand het mij kan vertellen. Ik zeg 0800-1121 en dan ga ik mijn best doen, Chris. Ja. Fijn je gesproken te hebben. Ik heb nog nooit een 8- of een 6-kantig of een 4-kant hemellichaam gezien. Nee, ja, ik zat er net nog even over na te denken. Want als je een zandkorreltje lijkt ook rond, maar is dat natuurlijk ook niet. Nee, een zandkorreltje is niet rond. Maar planeten zijn in principe rond, dat ben ik wel met je eens. Zijn toch in principe allemaal rond? Ja. Nou, 0800-1121. Als zo'n oerknal komt, hè, dat er ook eens een 4-kant rondzwabbert. Ja, als je dat niet... Ja, maar misschien dat het een kwestie van slijtage is of zo. Ja,
buiten. Hè? Ja. Ja. Ja, goed. Ik heb al 17 keer 0800-1121 gezegd, dus dat doe ik niet meer. Maar ik bedank je hartelijk voor je vraag, Chris. Ik ga door. Ja, fijne nacht. Hetzelfde. Dag. Oké, dag. Doei. Ellie. Hi, hallo. Hallo, Ellie. Ik heb een vraag. Ja. En daar loop ik al heel lang mee rond. Zodra het hier in Nederland warm wordt, dan zegt iedereen, je moet lichte kleding aandoen, want dat houdt de warmte tegen. Ja. En nou ben ik in de jaren 70 anderhalf jaar in het Midden-Oosten geweest. En in de woestijn, alle nomaden, Bedouïnes, lopen allemaal in donkere kleding. Oh ja. En als je naar onze mede-Nederlanders kijkt, naar de Turkse mensen, de Marokkaanse mensen, die lopen dus ook in de zomer in donkere kleding. Oh ja. En ik vind het heel tegenstrijdig. Ja. Ja, ik loop er al zo lang mee. Ik kom er nooit tussendoor. Ik denk, nou ja, blijf maar proberen. Lekker vroeg beginnen, ja. Ja, precies. Ik zit te denken, ja. Ja, ik vind het heel vreemd, want echt daar in de woestijn, ze lopen gewoon in groepen met allemaal donkere kleding. Nou, dat heeft niets met dat witte kleding vies wordt of zo, want als het echt zou helpen, als het echt zou helpen, dan zouden die mensen niet in donkere kleding gaan lopen. Want ik bedoel, nomaden die leven toch anders dan wij. Ik bedoel, wij gaan dagelijks onder de douche en zo. Daar hebben die nomaden niet eens de kans voor. Dus wat dat betreft hebben ze ook een heel andere leefwijze. Oh ja, je hebt nog even gedacht dat ze misschien wel zijn begonnen met witte kleding. Maar dat het door het niet wassen in de loop der tijd zwart geworden is. Nee, ik denk dat ze er nooit mee begonnen zijn. Dat het gewoon dat die mensen van oudsher donkere kleding aangetrokken hebben. En ik vraag me af hoe wij erbij gekomen zijn dat we lichte kleding aan moeten. Omdat dat de warmte tegen zou houden. Ja. Want als je naar die landen kijkt, nou ook kijk maar naar films en zo. Altijd donkere kleding. Ja, nee, nu je het zegt. Nou, dat hoop ik dat iemand het antwoord geeft, want nu zit het me dwars. Ja. Ja. Nou ja, mij ook, maar al heel lang. En ik kom er bij jou maar niet tussen, dus ik ben heel blij dat ik nu eigenlijk... Ja, nou, ik ook. Maar als je dan zegt, het zit me al heel lang dwars, is er een moment geweest dat je dacht, nou... Nou nee, ik probeer maar dus als jij er bent, dan denk ik van nou, oké, ik ga bellen. Ja. En dat programma start en ik bel. Nou, en ik kom er nooit door. Dan moeten we toch eens wat op vinden, hè? Ja, want weet je, je hebt ook toen een prachtige uitzending gehad over huilende beesten. Ach ja. Kan je dat nog herinneren? Ja. Ach. Nou, dan ben ik ook aan het bellen geweest. Want kamelen huilen namelijk ook. Oh. En ik heb een prachtige DVD en die heet The Weeping Camel. En die is in Mongolië opgenomen over een kameel die zijn... jong verstoot had. Mensen hebben daar muziek bij gehaald. Zo heel ontroerend. En op laatst accepteerde dat. Dat is eigenlijk een trauma of zo. En dat op laatst accepteerde die kameel, dat jong. Maar de tranen liepen gewoon uit zijn ogen. Dat was echt zo ontroerend. Maar Ellie, heb je een hele DVD met een huilende kameel? Nee, het is het hele verhaal van... Van de huilende kameel. Ja, het jonkje wat geboren wordt, wat verstoten wordt. De mensen die hem proberen, bij dat jong halen er op plaats muziek bij. En dan op het eind, het is een film. Ja. En op het eind accepteert dat beest dan dat jonkie en dan huilt hij ook. En, nou, ik vond het gewoon zo ontroerend. Hoe kom je aan die film dan? Heb je die cadeau gekregen van iemand? Of dacht je zelf van, goh, wat leuk, een film over een huilende kameel? Nou, ik heb heel veel gelezen over het boeddhisme. Ja. En ja, dan kom je toch op een bepaald soort films of een bepaald soort levenswijze van mensen. En dan ga je gewoon eens zoeken naar speciale DVD's. Het zijn geen DVD's die op. Ja, hij is trouwens wel op tv geweest. Oh. Maar dat was 's nachts. Dan wordt het 's nachts uitgezonden. Ja, en dan niemand het. Filmhuis-films. Ja. En ja, nou, ik bedoel, dus die komen zelf nooit op tv. Maar er zitten prachtige tussen. En deze, nou, die is zo ontzettend mooi. Want ik heb hem al zo vaak uitgeleend aan mensen. En die. Die dan ook niet begrijpen dat die beest ook zo'n gevoelsleven heeft. Dat is echt heel mooi. Ja, nou ja, dan heb je hier ook nog eventjes een kleine promotie voor de huilende kameel. Hoe heet de film van de huilende kameel? Want er gaan nu mensen naar zoeken natuurlijk.
De Weeping Camel. Oh ja, oh, dat had je al gezegd. Ja, en dat had ik ook in principe kunnen onthouden, omdat het gewoon een vertaling is van Huilende Kameel. Ja. Goed. Nou, Ellie, ik ga op zoek naar een vraag over de woestijnkleding. Over de zwart en wijwit. Ja, precies. Dankjewel, hè. Dankjewel. Dag. Hoi, goeienacht. Henk Pauw. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Vaste luisteraar van je programma. Kijk. Op de eerste 3 minuten na. Nachtzuster? Ja, dat plaatje van Doe Maar. Oh jee, gaan we die discussie weer? Oh jee. Nee hoor, nee. We gaan gewoon meteen. Maar zet je hem dan na? Dan denk je van, het is hoor, nu 4 over... Nee hoor, ik zet hem wel meteen aan, maar ik ben altijd blij als het afgelopen is. Dan zet je hem even wat zachter. Ja. Oh, wat erg. Nee, goed, ieder zijn smaak. Ja, maar goed, maar zo erg is het toch niet? Ja, ik ben zo'n rotstem en rare muziek. Echt waar? Ja. Ik denk namelijk, iedere week denk ik, vind nog steeds een leuk liedje. Ja, want je zegt dat wel elke keer. Ja. Dan denk ik, nou ja, goed, smaken verschillen. Dat gaat je dan helemaal zo opvallen. Ze vindt het nog steeds leuk. Ja, ik vind het En ik zag je laatste televisie. Oh jee, ja, bij de Nachtzoen. Ja, want ik denk, nou wil ik je zien ook. Ja, is gelukt. Dus nou, nu ben ik helemaal vast te luisteren, hè. Oh. Omdat ik op televisie ben geweest. Nee, dat begrijp ik. Nee. Ja. Dat ik nou de stem bij het beeld heb. Ja, leuk is dat, hè? Of ja, dat is altijd leuk, ja. Had je ook een vraag, Henk? Ja, ik heb juist ook een vraag. Oh. Waar ik mezelf over verwonder als ik kijk naar de reclame op televisie. Oh, ja. Maar ik weet alleen niet of ik dan de naam van die reclame mag noemen. Ja, dat mag wel, want het is geen reclame om de naam van de reclame te noemen. Nee, nee, dat is waar. Ja. Dan kijk ik naar die reclame van secondlove.nl. Ja. Daar zeggen ze dan van, bent u gelukkig... Even wachten. Bent u gelukkig getrouwd? Oh, verschrikkelijk, hè? Verschrikkelijk. Wel, hè? Ja. En slutten is niet strafbaar. En meld u maar aan, want dan regelen wij dat voor je. Ja, dat was nog een betere tekst geweest van de reclame. Meld u maar aan, dan regelen wij het voor u, ja. Commerciële instelling is dat toch? Men is mijn vraag... Is er nou niemand, je zou zeggen de reclamecodecommissie, die erop let dat zoiets erdoor komt? Ja. Dat zoiets toegelaten wordt. Oh ja. Dat is toch vreemd? Omdat het, ja, maar ja, het is, vreemd gaan is dus niet strafbaar. Dat zeggen ze volgens mij. We hebben het over respect en moraliteit. Ja. En dit hier roep je toch mensen op tot het aanzetten van rommel maar raak. Ja, nee, er zit wel wat in. Ik word ook altijd een beetje boos op die mevrouw. Ja. Ik denk altijd, wat denkt u nou zelf? Ik zit er gewoon bij, hoor. U zit, u spreekt nu mijn man aan, maar ik zit hier gewoon bij. Maar, we moeten respect hebben voor elkaar. Ja. Maar hier heb je dus geen respect voor de echtgenoten. Nee, het is verschrikkelijk. Ik vind het ongelooflijk, ja. En er is geen commissie die zegt van, jongens, dit gaat even te ver, dit kan niet. Ja, ik denk dat het... Ja. Ik ben geen moraalridder, hoor. Nee, maar we hebben natuurlijk niet een instantie die op morele gronden, ja, of misschien ook wel... Nee. Nou, daar zie je dus de verpaupering en de verloedering langzaam in. Nou, dat vind ik wel een beetje, hoor. Want als zoiets gewoon week in week uit, dus zelfs uur in uur uit op de televisie is... en iedereen denkt van, ach... Ja. Hoe vaak zie je geen misstanden in de landen van moordpartijen of bedreigingen of geweldplegingen... die zich afspelen in de relationele sfeer? Ja, maar misschien wel juist omdat die mensen niet een second love gezocht hebben. Ja. Dat ze gewoon toch thuis zijn gebleven en dat het de spanning... Nee, dat kan het toch van alles wezen. Ja, ik weet het ook niet, maar ik vind het allemaal een beetje een hele vreemde gang van zaken. Even denken hoor, hoe moet ik dat omschrijven? Is er geen morele reclamecodecommissie? Ja, dat was... Dat is eigenlijk de vraag. Het is, ik vind het een beetje een schande voor je land dat je eigen zo te grabbel gooit, je moraliteit. Ja, nee, dus ik dus zit... We hebben onze mond vol als een moslim, niet raar zult in onze ogen. Ja, maar ja, goed, zo erg is het natuurlijk ook weer niet. Het is ook niet erg. Maar nee. Je hebt altijd een reclamecodecommissie, die zitten daar niet voor niks. Nee, maar die zitten er wel voor heel andere dingen.
Ja. Dat is, maar goed, nou ja... Maar het bevrijdt me gewoon. Ja, is er nou niemand die dat... Vraagje, ja, heel goed, Henk. Een vraagje hebben vandaag. Ja, en een vraag over reclame, dus dan kan ik daar een heel mooi plaatje bij draaien. En wellicht heb ik volgende week alweer een andere vraag. Oh, nou dat zullen we wel eens zien. Nee, dan spreek ik je dan, Henk. Ja, komt goed hoor. Dankjewel. Oké, dank je. Dag. Dag. Gabriel Rios is dit. Broad Daylight. Mijn appelsap. Huip Poortman, goeienacht. Goeienacht, ja. Hallo. Ja, daar ben ik. Hoor je me? Ja. Prima. We hebben elkaar een paar maanden geleden gesproken. Toen hadden we die vraag, waar ik nooit een antwoord op gehoord heb, van wat we hier meer Belgische munten zagen dan Nederlandse. En nooit een antwoord. Daar is het de halve nacht over gegaan, Huip. Ja, dat weet ik. Maar er is nooit iemand die mij heeft uit kunnen leggen dat er meer Belgische munten bestaan dan Nederlandse. Jawel. Oh, nou, dan heb ik het niet goed gedaan. Dan ben ik eigenlijk in slaap gevallen. En ik kan de antwoorden nooit goed onthouden. Maar volgens mij zat het erin dat er sowieso in België meer muntgeld in omloop is gebracht dan papiergeld. Dat zou kunnen. Dus dat er op zich, als er relatief hetzelfde bedrag in omloop is gebracht, is dat in België met meer muntjes gebeurt dan, dan in Nederland. Dat zou kunnen. Dat ja, zou kunnen. Maar ik lig in bed en ik val wel eens in slaap. En dan ja, dat kan dus wakker. Niet. Dat kan nooit, dus niet. Ik word het programma nooit van begin tot eind helemaal klaar wakker. Zo, en maar ben je de enige, wel... weet je dat, Huip? Nee, denk ik niet. Maar ik ben nu klaar wakker. Mooi. En ik hoorde die vraag over dat ijs. En toen dacht ik, ja, dat heb ik zo dikwijls gezien. Ik heb lesgegeven op een school en dat was voor bij de gang waar ik lesgeef, daar keek je op een plat dak en daar stonden dikwijls plassen op. Ja. En als het dan was het boven, dan was het 2-3 graden boven nul met van dat droge winderige weer en dan waren ze helemaal strak bevroren. Ja. En dit heb ik wel eens mijn leerlingen meegenomen en die heb ik gezegd, nou kijk nou, vriest het vandaag? Nee meneer, ik zeg, er ligt toch ijs? Hoe kan dat nou? Ja. En dat kan. En wat zeiden die leerlingen dan? Nou, die moesten even zich afvragen hoe dat dan kwam. En toen heb ik het ze uitgelegd. Nou, leg het eens uit, meneer Poortman. Meester Poortman. Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Als je hand nat is en je blaast erover, wordt je hand ontzettend koud. Ja. Nou, hoe komt dat? Dat komt omdat dat water, zeker als de lucht droog is, verdampt. Ja. En om water te verdampen, dat weet je wel als je koken wil, heb je heel veel energie nodig. Ja. En waar haalt het water zijn energie vandaan? Uit zichzelf. En wat gebeurt er dan? Dan koelt hij af. Dus daadwerkelijk... Dus als je over... Net zo goed als je een kopje thee hebt, wat heet, dus blaas je erover om het goud te laten afkoelen. Dus en als... Dus ja. De lucht plus 2 of plus 3 is, maar heel erg droog, dan verdampt er heel veel water. En dan kan het water dus een stuk kouder worden dan de lucht erboven. Dus het antwoord is eigenlijk gewoon ja, dan vriest het. De verdampingswarmte van het water, doordat het water verdampt, dus het gebeurt vooral als er wind is. Ja. En die wind is erg droog en dat hebben we de afgelopen dagen gehad. Ja. En dan kan het gebeuren. Daarom zal ijs ook onder die omstandigheden veel sneller aangroeien, omdat het ijs ook wordt afgekoeld door die droge lucht. Dus was helemaal niet zo'n gekke vraag van Ellie Smit. Nee, dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Nee. Nou, en een prachtig antwoord. Dank je wel, Huip. Ja. En wat die bollen betreft... Ja. Die ronde hemellichamen. Ja. Dat was nog zo'n vraag. Ja. Elk voorwerp wat zijn eigen vorm kan bepalen, wordt een bol. Ik heb toevallig van de week voor een speciale gelegenheid moest ik ergens bellen blazen. En bellen zijn altijd ontzettend bol. Ja. Ik probeer maar eens een vierkante bel te blazen. Dat lukt je niet. Maar Huip Poortman... Ja. Waarom was je voor een gelegenheid bellen aan het blazen? Ik heb meegedaan in een filmpje over luchtvervuiling... wat werd opgenomen door de Vereniging Milieudefensie... in het kader van een actie voor schone lucht. Oh, wat een goede motivatie om bellen te blazen. Ja. Ja, en daar werden onder andere bellen geblazen. Ik weet niet meer precies waarom dat gebeurde... want dat ligt aan de mensen die dat filmpje opnemen... Maar daar moesten we allemaal gekke dingen voor doen. En dan gaan ze een documentairetje van maken. Ja, een filmpje van 2 of 3 minuten van maken. Dus ik ben benieuwd wat er van overblijft. Nou, ik ook. Ja, ik ga erop letten maar of ik ergens bellen voorbij zie komen. Wordt vast wel ergens vertoond binnenkort. Maar die worden dus ook rond, die bellen. Die zijn we, ja. Lucht, dat weten we. Dat weet iedereen. Als je bellen plaatst, zijn ze rond. En regendruppels zijn ook rond. Oh ja. En luchtbellen onder water zijn ook bolvormig. Hmm. De zon is een gasbol. Kan ook zijn eigen vorm bepalen. En is dus bol. Ja. De aarde was... vloeibaar. En elke planeet
ontstaat dan wel gasvormig, dan wel vloeibaar. En zolang die vloeibaar is, wordt die een bol. En als er dan een korst omheen komt, zoals bij de aarde, blijft die een bol. En als die stolt, zoals de maan, blijft die ook een bol. Oh ja. Dus, en dat komt gewoon door de zwaartekracht, zal ik dat maar noemen. Dus, dus alles wat als je een vloeibol, een druppel neemt, want de aarde was in feite een supergrote druppel. Het was ja. Gewoon dan trekt alles naar het centrum toe. Ja. De zwaartekracht werkt naar het midden toe, naar de kern. Ja, en het is logisch dat dan alle uiteindjes dan ongeveer even ver... Ja. Dan wordt het automatisch een bol. Als je de maan op het ogenblik midden door zou hakken, dat kan niet, bij de theorie, dan zou het inderdaad geen bol meer worden. Nou, meteorieten van steen zijn ook niet zuiver bolvormig. Die hebben dikwijls hele rare vormen. Ja, precies. Maar zolang het dus zelf de vorm bepaalt, gasvormig, en de grote planeten zoals Jupiter en Saturnus, die bestaan uit gas, die hebben geen vaste oppervlak, dus dan krijg je ook een bol. Eigenlijk heel logisch, hè? Ja, het is inderdaad volkomen een gevolg van de kracht in de natuur. Nou, bedankt namens Ellie en Chris voor de antwoorden, Huip. Ja, en over die zwarte kleding loop ik ook nog na te denken. Het is me ook wel opgevallen. Het is natuurlijk wel zo dat witte kleding minder warmte opzoekt. Maar dat is wel, en ik weet ook niet of volgens mij is er ook geen religieuze reden voor. Nee. Hoewel je Arabieren wel in witte kleding ziet lopen, hoor. Het is ook niet zo dat ze allemaal altijd in zwarte kleding Arabieren lopen. Arabieren wel, maar de Marokkanen en heel veel mensen lopen in donkere kleding. Ja, maar waarom, hè? Arabieren daar lopen ze wel in witte jurken, hoor. Ja. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb wel plaatjes van gezien. En dat is dan weer, dat lijkt heel logisch, want wit weerkaatst licht. Ja. En dus... Ja. Absorbeert ook minder warmte. Hebben ze wel bijna allemaal. Maar van waar dan die zwarte kleding? Nou, goed om de vraag nog weer even aan te zwengelen. Ja, Het is wonderlijk. Maar het heeft natuurlijk ook wel met het vuil te maken, hoor. Maar, ja, want wit is wel heel besmettelijk. Zeker in de woestijn. Ja. Ja. Ja, want je hebt ook geen water om te wassen. Nee, precies. Dat moet je ook nog eens een keer realiseren. Ja. Of dat de reden is, weet ik niet, hoor. Maar daar ga ik ook niet op in, want dat is weer een andere vraag. Ja, we gaan door. Bedankt. Nou, succes verder. Ja, hetzelfde. Doeg. Dan bel ik toch wel een keer. Ik ben nog klaar wakker. Ja, oké. Nou, dan spreek ik je dan. Oké. Okay. Ja. Dag. 0800-1121. Albert-Jan. Albert-Jan, hallo. Ik hoor het vrij stil zijn aan de andere kant van de lijn bij Albert-Jan. Jan van Buiten? Ook niet. Soms Richard van binnen? Ach, Richard van binnen en Jan van Buiten. Wie heb ik nu aan de telefoon dan? Richard. Richard, ja. Hi Richard. Goeienacht Astrid. Zeg het eens. Ja, ik vroeg me af waarom Jacques Brel ooit is gestopt met het Nederlands of het Vlaams zingen. Oh, waarom? Ooit af te horen. Terwijl ik dat zo mooi deed. Oh, ja. En ik ken één liedje van hem, van Marieke. Ach. Zingt hij half in het Nederlands of Vlaams. Ja. En half in het Frans. Ja, mooi is dat, hè? Ja, heel mooi. Ja. Zo'n hele genre, ook zijn chansons. Maar op een gegeven moment heeft hij besloten niet meer Vlaams te zingen. Hij heeft toch nog een liedje wat hij half in het Frans, wat hij half in het Nederlands zingt? Het Vlakke Land? Ja, mijn Vlaanderenland. Ja, mooi hè? Ja. 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 Maar de vraag is dus waarom hij ooit is overgestapt? Ja, hij heeft het niet meer gedaan. Nee. Hij heeft op een gegeven moment alleen maar Frans gezongen. Oh ja. Gestopt met Nederlands zingen. En weet je het niet eigenlijk gewoon? Zo klinkt het een beetje. Ja, je hebt het liedje Le Flamande. Ja. Die heeft hij erop af in het Frans. Maar waarom? Wat zijn drijfveren geweest? Dat weet ik echt niet. Hoor ik nou bij jou ook een licht Frans accent? Nou, niet van oorsprong. Niet expres? Nee. Ook niet per ongeluk. Oh, oké. Ik dacht heel even te horen. Maar vanwaar die interesse in Jacques Brel? Omdat het gewoon heel mooi is. Oui, bien sûr. Ah, ja, natuurlijk. Ja.
Nou ja, dan gaan we eens even kijken of iemand daar een antwoord op kan geven. Dus waarom is Jacques Brel gestopt? Op een gegeven moment gewoon mee gekapt. Ja. En in Le Flamand geeft hij ook, had hij tekeer over de Vlamingen. Ja, ja. Maar waarom? Er is iets gebeurd. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor de vraag, Richard. Van binnen. Ja, dankjewel. En misschien een suggestie voor een liedje. Nou, ik denk er nog even over na. Oké. Oké, bonne nuit. Bonne nuit. Doeg. Jacques Brel natuurlijk. Jan van Buiten, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Hallo, goedemorgen. Ja. Ik heb een vraag over de klemtonen, maar witte en niet-witte kleding in warme streken. Ja. De koning van Marokko, ja. Als hij zich laat vereeuwigen op een foto, is hij altijd in het wit gekleed. Ja. Dus het is niet zo dat per definitie men daar gekleurde kleding draagt. Nee. Ik denk, Mahatma Gandhi, ja. Of Nehru, uit India, van vroeger waren ook in het wit gekleed. Ja. Dus dat is niet... Nee, daar gaat ook wel eens iemand in het wit gekleed. Ja, wat waarschijnlijk wat meer voor de hand ligt is dat de grondstoffen waar die kleren van gemaakt worden, dat die van nature al gekleurd zijn. En dan worden in die landen, ja, heel veel schapen en geiten gehouden. En dat zijn dan zwarte schapen? En dat zijn, ja, dat zijn Nubische schapen veelal met van die hangoren. Ja. Of Nubische geiten, schapen. En die wol is niet zoals bij ons de tesselaar, maar die wol die is allemaal gekleurd. Ja. En als ze dat verwerken, en dat doen ze dan zelf, ja, als ze dat verwerken tot kleding, ja, ja, dan is dat gekleurd en donker. Ja, maar goed, dan blijft de vraag als zwart warmte absorbeert, waarom je dan niet de witte schapen pakt om de wol van te verwerken. Ja, dat is omdat witte schapen, ja, daar vrijwel niet voorkomen. Oh. Ik heb wat in die kontreien gewoond en gereisd. Ja. En dat tesselaars kennen ze daar niet. Ja, maar dat heeft de natuur ook slecht geregeld dan, qua zwarte schapen. Je zou, als het warm was, dan ook meer witte schapen moeten hebben. Ja, nou is het kleur. Ja. Kleuren daar. Ja, ik wil het ook niet te ingewikkeld maken. Nee, nee. Nee. Nee, nee, maar daar nee. Die zijn gebonden aan erfelijke factoren. Ja. En dan denk ik dat wit recessief is. Niet overheersend. Oh ja. En dat gekleurd overheersend is. En daarom er daarvan veel meer voorkomt dan van wit. Oh ja, dat zou kunnen. Nou. Ja, klemtoon. Dat zijn de klemtoon, ja. Ja. Ik verbaas mij daarover. Meer lettergrepen. Nou, dan zijn dat plaatsnamen bijvoorbeeld. Meer lettergrepen. Plaatsnaamwoorden. Ja. Daar leggen de mensen op verschillende delen van zo'n woord de klemtoon. Ja. Ik geef maar eens een voorbeeld. Westerbork. Oh ja. En Westerbork. Daar ligt de klemtoon op het laatste gedeelte, ja, van dat woord. Tenminste, ja, in mijn beleving. Ja. Maar ik hoor ook wel dat de klemtoon op het eerste deel gelegd wordt. Ja. Zo zijn er veel meer voorbeelden. Leeuwarden. Maar wat is nou, ja, hoe komt dat? Wat is gangbaar? Dus wie besluit tot een goede klemtoon? Ja. Ik denk de mensen in Westerbork. Maar waarom volgen dan al die andere mensen niet? Ja, dat is raar, hè? Die uitspraak. Ja. Heb je nog meer voorbeelden?
Behalve Westerbork? Nou, zo op het moment eigenlijk. Ja, Hogeveen. Nee, je zegt toch niet Hogeveen? Dat wordt... Nee, er zegt niemand Hogeveen. Nou. Ik heb nog nooit iemand Hogeveen. Nou ja. Ik zeg ook niet te vaak mensen Hogeveen. Er zijn zelfs wel, maar daar heb ik toch geen voorbeeld van. Hmm. Er zijn zelfs wel meer lettergrepige, zelfstandige naamwoorden waar de klemtoon op het achterste gedeelte wordt. En dat klinkt heel... Ja. Dat klinkt heel apart. Ja. Nou ja, wie is de klemtoonpolitie? Dat vind ik een goede vraag. Ja. Ja. Nou, dankjewel Jan. Graag gedaan. Jan van Buiten. Jan van Buiten. Jan van Buiten. Jan van Buiten. Oké, dankjewel. Ja, dag Astrid. Dag. Dag. Dirk. Hallo, met Dirk Zomerhuis. Hallo. Oh, dit heet je echt Zomerhuis van je achternaam? Ja, Zomerhuis, ja. Ja. Dirk is de naam mijn opa. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat er een familie bij Napoleon kwam die zei van, nou ja, we hebben een zomerhuis, dus noemen we ons maar Zomerhuis. Ja, toch is het zo. Echt waar? Ja, Zomerhuis. Ja. Het is gewoon een bestaande naam. Het is een mooie naam, toch? Het is prachtig. Ja. Zomerhuis. Ja. Van je achternaam. Dirk Zomerhuis, ja. Goed, sorry Dirk, waar belde je voor? Nee, niet Dirk hoor, Dirk. D-E-R-K. Oh. Ja, laten we het dan wel goed zeggen. Dirk. Dirk. Nou, maakt niet. Ja, Dirk. Dirk Zomerhuis. Ja, waar belde je voor? Dirk Zomerhuis. Ja, ik heb een vraagje. Het is eigenlijk heel simpel eigenlijk, maar... Ik heb twee weken geleden een televisie heb ik mij gekocht. En ik ben erachter gekomen dat vandaag dat die ook op internet en dergelijke wel €500 goedkoper is. Oh. En dan vraag ik me af, kun je daar wat aan doen? Oh. Of is het gewoon pure pech? Kan je hem niet nog terugbrengen? Nou, hij is prima. Ja. Hij is gewoon, hij is prima, de televisie is prima. Ja. Maar ik heb hem op internet en dezelfde, en ook de zaak waar ik hem heb gekocht, is die €500 goedkoper. De zaak waar je hem hebt gekocht ook? Ja. Maar is die daar dan nu in de aanbieding? Is die adviesprijs. Ja, het is een ouder model, zeggen ze dan. Oh, en 10 jaar geleden had hij dat misschien wel kunnen weten. Toen was het nog een nieuw model. snel gaat dat tegenwoordig. Ja. Ja. Dus ik vraag me af of je daar wat aan kan doen. Is daar... Of heb ik nou gewoon een beetje pech eigenlijk, zeg maar. Maar je kunt hem toch gewoon terugbrengen en zeggen... ja, hij kleurt toch niet bij mijn kamer? Oh, is dat... Weet niet, hoeveel dagen heb je hem? Nu vanaf de 19e. En het is nu de 10 dagen. 10 dagen, ja. Weet ik eigenlijk niet hoe lang dat kan met een tv. Nee, ik weet het ook natuurlijk niet echt. Oh, wat een narigheid. Ik hoop met coulantie te maken te krijgen natuurlijk. Dat die man, mijn vader heeft daar ook al... flink wat spullen gekocht. Misschien heeft hij daar wel coulantie bij. De familie Zomerhuis, die staat daar goed bekend. Ja, maar dan kun je natuurlijk wel vergeten. Want als jij dan komt, je zegt... ik heb 10 dagen geleden die tv gekocht... voordat die in de aanbieding was, mag ik mijn €500 terug. Dan komt jouw buurman, die heeft 12 dagen geleden daar een tv gekocht. En dan komt de overbuurvrouw, dan moet je die heeft... natuurlijk niet uitkijken, dat moet je niet massaal doen. Maar als je al wat hebt gehaald daar, toch wel misschien... Misschien kan ik het toch proberen, maar gerechtelijk denk je niet dat ik daar... ik denk het eigenlijk volgens mij... Nou, niet met dat hij goedkoper is geworden. Want dan zou iedereen altijd alles wat in de aanbieding komt kunnen... Maar ik zit meer aan een soort... Nou, het is geen aanbieding. De prijs is gewoon gezakt. Het is geen aanbieding. Het is nu de valuta is gewoon, zeg maar... De televisie was, zeg maar, 1500 en hij is nu 1000. Oh, De prijs is, het is geen aanbieding in feite, ja. Maar omdat het de televisie natuurlijk is achteruit gegaan in de zin, het is een ouder model geworden sinds een week of een paar dagen. En daardoor is die prijs enorm gezakt. Het is geen aanbieding. Ja, maar je kunt, ik weet zeker dat je hem niet terug kunt brengen en kunt zeggen van ja, want hij is nu goedkoper. Of dat je kunt zeggen van ik wil 500. Volgens mij doen ze dat niet. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd mazzel hebben. Maar, maar ik denk waar je misschien nog wel. Je zou even moeten kijken hoe lang je hem nog terug kan brengen. Breng je hem gewoon terug. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Gewoon terug. 14 dagen heb ik bij hun, bij Expert heb ik het gehaald. Ja. Ik mag niet meer reclame maken misschien, maar... Nee, maar is er 14 dagen? Kun je nog 14 dagen terugbrengen? Er stond wel 14 dagen omruil gebeuren en zo. Dus ik zal eens kijken. En breng je hem terug, zeg je, er is niks op tv. Nee. Het valt me zo tegen. Alles op de radio, dus... Ik heb Hotter Than My Daughter gekeken. Ik wil mijn tv terugbrengen, want ik wil hem niet meer. Ja, zoiets. Ja, precies. Ja. Daarom. Ja.
Oh, ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd, ja. Nou, als je het gaat proberen, moet je het even... Oh, dan moet je hem ook weer helemaal afkoppelen en inpakken. Dat is ook wel... Ja, het moet... Maar misschien is die man zo coulant dat hij toch zegt van... Hè, ik neem zou ik genoegen met minder nemen, hoor. Ik bedoel, kijk... Ja, dat weet hij nu. Hij zit nu te luisteren, hij zit op te schrijven. Hij zit tegen de radio te schreeuwen. Met hoeveel neemt hij genoegen? Maar, ja, precies. Ja. Nee, dat moet ik ook niet meer doen, ja. Nee, je moet het gewoon proberen. Kijk, ja. Je moet het wel, maar inderdaad, het wordt wel lastig als je, want als het inruil, als je inruiltermijn, dan kom je binnen en zeg je van, nou, ik wil mijn tv terugbrengen en ik wil graag precies dezelfde, maar dan voor minder geld ruilen. Ja. Ja, precies. Nou ja, je kunt het proberen. Dat zou een goeie zijn, hè? Ja. Of misschien toch zeggen dat er strepen, dat er strepen in beeld of zo. Ja. Je gaat nog goede tips geven, ook eigenlijk een beetje onveilig. Beetje oneerlijke tips. Ja, ik merk nu ook dat ik de grens van de, van de middenstander overga. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik kan ook gewoon zeggen dat ik obsessief ben. En dat ik gewoon een tweede nog eens wil. En dat ik obsessief ben, zeg maar. Ja, en dat je dan daarna die andere terugbrengt. Ja, dat je daarom in... Ik ben obsessief en ik moet een tweede dezelfde. Moet altijd anders... Ja, anders word ik opgenomen en alles. Nou, ja, je hebt last van dezelfde televisie nu. Nou, we komen in een heel eind, Derek. Ja. Ik ben heel benieuwd. En ik vind het nummer van Nachtzuster wel heel erg mooi. Je hebt goede herinneringen aan. Oh, maar je mag hem voor mij blijven draaien, keer. Hoor. Oh, gelukkig. Ja, ik vind, maar dat doe ik ook, want het past gewoon zo. Ja, het past. Ik kan er ook niks aan. Mooi nummer, prachtig nummer. Ja. Ja. Nou, heel fijn. Dat is wel positief afstand. Succes ermee, Derek. Ja, dankjewel. Dag. Bedankt. Dag. 0800-1121. Freek Tieleman, goeienacht. Hey, jonge dame. Hey, ik wou zeggen nu oude man, maar dat is niet aardig, hè? Nee, dat is niet aardig. En dan bovendien helemaal niet waar. Want hoeveel jaar ben je, Freek? Bijna 70. Nou, hier, jonge blom. Maar ja, nou, volgens mijn huisarts had ik al 5 jaar dood moeten zijn, statistisch gezien. Oh. Kom je uit een slechte wijk? Of, Nou, nee. Mijn god, ik leef eigenlijk al meer dan 40 jaar in geleende tijden. Want met mijn 25ste is het ook al dat ik nog maar 3 jaar te gaan had. Oh, prima. Dus, nou. Dus, het maakt mij niet zoveel uit. Dus ieder jaar weer een cadeautje. Zo kun je het ook zien. Maar ik heb gezegd, als ik 70 word... Ja. 69 overleef. Ja. Want ze was een nuf een jaar lang volhouden. Daar word je ook heel moe van. Ja. Dan wil ik ook 85 worden. Oké, dus als je de 70 haalt, dan wordt het ook 85. Ja, en daar ga ik ervoor. Oké. En als je het niet haalt, dan, dan zijn we klaar, toch? Dan is het dom. Zijn we uitgepraat. Ja. Ja. Goed. Ach, pech. Maar waar belde je verder nog over, Freek? Nou, ik wou je eerst... Je telefoon haalt de 75 niet, hoor. Oh, nou, ik zit net op werk te draaien. Dat moet je ook niet tegelijkertijd doen, ja. ik moet je complimenteren dat je weer uit mag slapen op zaterdagochtend. Oh, jeetje, ja? Want Tuffy was er weer, afgelopen week. Ja, dit begrijpt echt niemand, hè, Freek? Deze wending. Ik heb de afgelopen maanden waargenomen voor mijn collega Tuffy Vos op Radio 6 op zaterdagochtend. Ja. En ze is weer terug, hè? Ja, ze was er wel afgelopen zaterdag. Oh, gelukkig. Ja. Nou. Maar waar ik voor bel is het volgende. Die zwarte kleding, het zijn vooral de nomaden, de Bedouinen, die donkere kleding dragen. Ja. Maar die dragen heel veel lagen over elkaar. Oh. En dat werkt isolerend. Zowel in de warmte als in de kou. Oh. Want de nachten, die kunnen daar... Kan er ook vriezen, hoor. Vergis je niet. Maar goed. Maar als je dan heel veel lagen over elkaar doet... en de buitenste laag is zwart, dan merk je dat niet. Dan zit er van binnen een soort ingebouwde airco. Ingebouwde airco, want lucht isoleert. Oh. En hoe meer lagen, hoe meer lucht... Lijkt me toch warm, maar ik ga het van de zomer eens proberen. Nou, neem een thermoscan. Daar zit ook een luchtlaag in. Ja. Om te isoleren. Ja. Ja. Dus als ik gewoon
van de zomer, dan doe ik al mijn zomerkleden over elkaar aan. Dat maakt niet uit. Ja, maar als het strak over elkaar zit, als je drie of vier nylon hemden of zijde hemden over elkaar draagt, zal er weinig lucht tussen zitten. Maar als het wollig is, dan zit er veel meer lucht in. Oké, het moet wel een half schaap zijn. Oh, minstens. Oké. Of misschien hebben ze wel camelwool. Ja, weeping camelwool. ik ga er eens mee experimenteren. Dankjewel, Freek. Wacht. Ja? Mag toch? Ja. Ik heb een vraagje, althans. Ik heb een theorie die niet klopt. Oh. Maar ik vind het zo vervelend dat die niet klopt. Dus of iemand hem even aan wil passen? Kijk, mijn stelling is... Je moet wel weer in de telefoon blijven praten. Want je zit stiekem weer dat sigaretje te draaien. Nou, ik heb een headset op, dus mijn handen zijn al vandaar, ja. Mijn stelling is dat als het vriest, mist het niet. Oh. Want, het mist wel, want dat weet ik uit ervaring dat het mist. Maar mijn uitgangspunt is dat als het zo koud is, dan bevriezen die regendruppels. Ja, de waterdamp. De waterdamp bevriest en die valt op de grond als ijzel. Dus ik ben altijd zo verbaasd dat het mist als het vriest. Oh ja. Ja, nou, goede vraag. Ik ga het even oplossen. Ik mag het leiden. Ja, nou ja, ik heb er natuurlijk niks over te zeggen. Want ik ben volledig gebonden aan de mensen die bellen naar 0800-1121. Dus als niemand belt, dan kan ik natuurlijk niks voor je regelen. Maar als mensen nu bellen naar 0800-1121, dan zet ik ze door en dan hoor je het zo. Okidoki. Dankjewel, Freek. Goeienacht. Hé, meidje. Tot kijken. Doeg. Bye bye. Hoi. Goed en Tuffy. Hoi. Marco van der Horst. Ja. Hallo. Meneer Zoomhuis met zijn televisie. Ja. Een hele simpele oplossing. Oh. Hij pakt zijn televisietje in. Ja. Zijn geld gaat hij niet terugkrijgen, maar hij ruilt zijn televisie in voor eenzelfde televisie van 1500 euro. Dus heeft hij een nieuwere televisie, een nieuwe model, voor de prijs van het oude model. Oh. Heel simpel. Dus het gaat niet om geld terugkrijgen. Het gaat om een nieuw model voor hetzelfde geld als je uitgegeven hebt. Ja, maar kun je in de winkel komen en kun je ook zeggen van... nou, ik wil mijn televisie omruilen, want ik wil een nieuwe model. Nee, je gaat niet zeggen nee. Hij gaat naar de zaak toe. Hij zegt, ik wil mijn televisie omruilen. Ja. Voor een televisie, voor hetzelfde bedrag. Dus of het dan... wat voor merk het ook is, dat maakt niet uit. Want het bedrag heb je al uitgegeven. Ja, 1500 euro. Ja, maar dan heb je wel een nieuwe model televisie. Ja, want je... Dat is heel simpel, denk ik. Kijk, hoeveel geld zal hij niet terugkrijgen. Maar je hebt natuurlijk meer zaken, wanneer je spullen koopt, kleding, of het is te klein, dan breng je terug, dan krijg je een tegoedbon. Dus dan krijg je voor hetzelfde geld, mag je iets anders uitzoeken. Dus ik zou, als ik hem was, gewoon een nieuwere televisie uitzoeken, dus een nieuwe model, voor hetzelfde geld als voor het oude model. Ja, ik begrijp je relaas, maar je kunt natuurlijk niet je televisie terugbrengen en zeggen, hij past niet, hij was te klein. Nou, kan wel. Je kan altijd, je kan zeggen, waar past niet mijn televisiekast? Of hij is te klein of te groot aan de muur? Of weet ik veel wat je er van kan maken. Ja. Dus dat is het probleem, lijkt me niet. En nogmaals, ze hebben het geld wel uitgegeven. Ja. Dus die zaak zal ze eigenlijk ook niet druk maken om een andere televisie. Want dat geld blijven ze toch houden. Alleen, ja, ze doen dus een oude televisie innemen na 10 dagen. Want we praten natuurlijk niet over een jaar. Nee. We praten over 10 dagen. Dus ja, ik denk niet dat de zaak daar een probleem van maakt. En aangezien die ook meer spul hebt gehaald daar zo. Ik weet het niet hoor, want hij brengt natuurlijk een televisie terug die ze vervolgens moeten verkopen voor 500 euro minder. Dat snap ik, maar dus het is toch... hij zegt net op de radio dat hij een inruil bon heeft voor 14 dagen. Ja. En als hij binnen die 14 dagen omruilt, ja, wie gaat hem vertellen dat niet mag, dat staat op die bon. En of hij het nou voor A of B inruilt, dat maakt niet uit. Hij heeft het geld uitgegeven, dus hij ruilt het gewoon in voor het bedrag wat hij al uitgegeven hebt. En ik denk niet... dat expert of wie dan ook daar een probleem van maakt. Want ja, dat geld hebben ze al binnen. Alleen hij krijgt een andere televisie. En die andere televisie komt weer terug. Ja. Dus die verkopen ze weer over 500 euro minder. Ja, dat is wel. Dat is dan eventjes. Nou, ik vind het een leuk dat je meedenkt, Marco. Ja, nou ja, ik dacht dat is een simpele oplossing. Ja, voor ik vind het heel zin. Ja, ik weet niet of hij dat wil. Hè, want sommige mensen willen helemaal niet een nieuwe model. Die willen gewoon dat model... met die grote knopjes of met die... Nee, ja, dat snap ik. Maar goed, hij had over geld terug. En geld terug gaan ze
denk ik nooit van zijn leven geven. Want ja, dat zou natuurlijk gek wezen. Wat je zelf zegt, als je vandaag een pak suiker koopt, dan morgen is het een aanbieding. En je gaat dan naar de zaak terug en zegt van ja, ik heb gisteren suiker gekocht. Dus vandaag een dubbeltje gekopen. Zeg ik bij de kassa, ben je wel goed bij je hoofd. Ja. Ja, dus zo simpel werkt het. Maar hè, ik zou dan ja, voor het nieuwere model gaan, binnen 14 dagen. Ja. Voor hetzelfde geld. En daar zullen ze weinig tegen in kunnen brengen. Ik maar ben goed, benieuwd. Ja. Dat is een spannende kwestie. Dankjewel, Marco. Is goed. Doeg. Hoi. 0800-1121. Meneer Bouzaki. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik wil wat even wat toevoegen. Ja. Over die donkere kleding. Ja. Dan heb ik een vraag aan u. Ja. Van, wat is gezonder? Donkere kleding in de woestijn of lichtere kleding? Ja, ik zou denken lichtere kleding, want dat weerkaatst het licht en dus de warmte. Maar niet de UV-stralen. Oh. Dus als we naar de gezondheid kijken, is, en ook wetenschappelijk gezien, is donkere kleding juist beter dan lichtere kleding. Want het reflecteert de UV-stralen. Ja, klopt. Maar als dit ik... is ook wetenschappelijk bewezen. Oh. Maar... Dit zijn sowieso een van de voordelen dan, hè? Oh. Maar als ik een witte blouse aan heb, dan heb ik toch geen last van de UV-stralen? Die bereiken dan mijn huid toch niet? Of nee, wel? Want wanneer iemand donkere kleding aantrekt, dat betekent dat die, bijvoorbeeld als iemand een zwarte t-shirt aan heeft, dan wordt die zwarte t-shirt warm. Ja. Want omdat die UV-stralen, de meeste UV-stralen niet doorheen komen. Ja. Maar door lichtere kleding wel. Dus lijkt het alsof u het niet warm hebt. Ja, maar volgens u gaan de UV-stralen door de witte kleren heen en niet door de zwarte? Dit is wetenschappelijk bewezen. Ja. Dit komt niet door mezelf. Oh. Oké, okay. Nou ja, ik wist het niet. Maar als u zegt dat het wetenschappelijk bewezen is... Zoek het even op. Oh, dus zoek het even op. Zoek het even op. Goed. Nou ja, oké, okay. Dan bedankt voor de bijdrage. Nou, oké, okay, hoor. Goed, tot de volgende keer. Dag. Dag. Wetenschappelijk bewezen, het zou zomaar kunnen inderdaad. Ja. Goed, zover dus de warme kleding of de lichte kleding in de woestijn. Waarom er donkere kleding wordt gedragen, want dat valt zo warm uit, vroeg Ellie Kalwijk zich af. Henk Bouw die wil nog steeds weten waarom er geen organisatie is zoals bijvoorbeeld de reclamecodecommissie die inspringt op die reclame van bent u gelukkig getrouwd? Ik wel. Flirten is niet strafbaar. Nou ja, die reclame, u kent hem vast wel. En Henk Bouw die ergert zich daar aan. 0800-1121, dat is het nummer wat je kunt bellen met antwoorden, maar ook met vragen. Dag Pieter. Hoi. Ik zou niet weer goede nacht willen zeggen, maar dag aardige Astrid. Oh, dag aardige Pieter. Ja. Of nacht aardige. Ik wil het over de taalpolitie met je hebben. Ja. Of die bestaat, het antwoord luidt nee. De taalpolitie? Niet. Maar uit een oogpunt van werkgelegenheid zou het misschien goed zijn om een heleboel taalagenten aan het werk te zetten. Maar waarom hadden we dan taalpolitie in het leven willen roepen? Want we hadden... Nou, ik wil terug naar de kern. Oh. We hebben gesproken taal en we hebben geschreven taal. Maar ho, Pieter. De gesproken Pieter. Taal. Ja? Op welke vraag is dit een antwoord? Oh, over de klemtoon. Oh, de klemtonen. Oh, de klemtoon. Zo. Oh. En toen kwam jij met het woord taalpolitie aan, dus ik dacht... Oh, dat weet ik toch al niet eens meer. Ja, nee, heel goed. Ja. Ja. We hebben dus gesproken taal en we hebben geschreven taal. Ja. De gesproken taal past zich altijd aan de omgeving waarin je leeft. Oh. Daardoor hebben we ook dialecten. Dat nemen we van elkaar over. En in de gesproken taal is eigenlijk nooit iets fout. Want je gebruikt ook nog je emoties bij het gebruiken van de taal. En dan kan het elke keer anders klinken. Oh ja. En als je wat fouten maakt door het sneller spreken, is dat allemaal toegestaan. In de geschreven taal is er grote behoefte aan eenheid, aan afspraken. Want boeken worden verspreid en leerboeken worden ook verspreid. En dan is het handig als er regels bestaan bij het hanteren van de geschreven taal. En daar zijn dus veel meer regeltjes. Ik heb net vorige week het boek gekocht
van Van Dalen. Ja. Dat is het handboek voor de Nederlandse taal. En daar kun je alle geschreven taalregeltjes in terugvinden. En het is een heel mooi boek waarin je dat allemaal kan opzoeken. Dus eigenlijk is dat het antwoord op de vraag van de klemtoon. Maar ik heb ook altijd Hogeveen gezegd. Ja, dus niemand volgens... Oh, jawel, Hogeveen. Heb je altijd Hogeveen gezegd? Nou, ik heb het in tegenstelling tot Lagerveen. Ik ben in Haarlem geboren. Haarlem. Dus en dat zijn mensen die over het algemeen een specifiek taalgebruik hebben. Men zegt dat dat een heel net taalgebruik is. Dat zal allemaal wel. Maar vaststaat dat je afkomst bepaalt hoe je taal gevormd wordt. Ja, maar er is toch gewoon een regeltje dat je in een woord in principe zoveelste lettergrepen de klemtoon geeft? Ja, we hebben bijvoorbeeld het woord normaliter en we hebben het woord normaliter. Ah, en als ja. ik het woord normaliter hoor zeggen, dan zeg ik altijd, het heeft niets met een liter te maken. Het is normaliter. Maar ja, wat is goed en wat is fout? Heel veel mensen zeggen normaliter. Dus nogmaals, het is geschreven taal. En bij geschreven taal kun je niet zien of het normaliter of normaliter is. En dat hangt dan weer af van hoeveel heb je in je leven aan de Nederlandse taal geoefend. Hoe druk ben je daarmee geweest? Oh, ja. Heb je daar veel aan gedaan? Of heb je heel weinig aan taalontwikkeling gedaan? En nou, dan krijg je al die verschillen in de geschreven taal. Ja. Zo goed als je ook in de geschreven taal verschillen ziet hoe mensen zich uitdrukken in hun geschriften. Dat is ook allemaal verschillend. Maar daar zijn dus taalregels voor als het erom gaat om goed Nederlands geschreven te krijgen. Nou ja, ik had het toevallig, herinnerde ik me dat ik me ooit bij Radio Gelderland mij vergiste in toenmalig de wethouder De Pla. Oh ja, De Pla. Ja, die noemde ik De Pla, wethouder De Pla. En het is dus De Pla, maar dat is, ik vind dat wel onlogisch. Ja, ik ook. Dat wist ik ook niet. Maar ja, goed, ik vind maar wel dat... Maar er zijn woorden die door het gebruik de ja. klemtoon ergens hebben liggen, waar het dan heel veel gebruikt wordt. En af en toe dan weet iemand dat niet, of die komt in een gebied van Nederland waar hij inderdaad niet gewend is om die taal te spreken. Ja, dan krijg je dat soort verschillen en dat krijg je nooit weg. Daar kun je geen politieagent voor opleiden om dat weg te krijgen. Nee. Oké, okay, nou dan is het antwoord wat eigenlijk ook het antwoord is op heel veel kwesties, namelijk dat we gewoon moeten leren. Ja, en weet je, ik heb ook nog wat over die donkere kleding. Ja. Ik heb eens mensen gekend die waren bergbeklimmers en die trokken altijd een hele lange ouderwetse onderbroek aan. Zo'n lange tot aan de voeten. Ja. En dat deden ze omdat dat vocht absorbeert. En het zou best kunnen zijn dat die donkere kleding niet donker is om de donkerte, maar om de eigenschap van de stof, bijvoorbeeld wol. En dat die wol het vocht absorbeert dat je bij het zweten produceert bij het beklimmen van de bergen. Oh ja. En dat doe je dan vaak in de zon, want in de berg is vaak de zon erg warm. Ja. Dus ik denk dat die thermische eigenschappen van die kleding bepalend zijn voor de keus. Ik ga een hele rare zomer tegemoet. Oh, met ja. een lange onderbroek en heel veel laagjes. Dit wordt heel vreemd, maar toch bedankt. Ja, dat is wel graag gedaan hoor. Een hele prettige nacht nog. Ja, ik heb je laatst ook een keer op de televisie gezien van Radio Gelderland, want ik woon in het Gelderse. Ik word nog beroemd. Heb ik, heb ik ook een aanvullend beeld gekregen op je stem. Ja, klopt niks van, hè? Nou, ik vond het wel leuk. Maar bij Radio Gelderland heb ik iemand in dienst die voor me playbackt, hoor. Oh. Die staat dan in beeld. Ik denk niet dat het aannemelijk is. Anders leidt het zo af. En er was nog budget genoeg voor. Dus, je bent afleidend. Nou ja, nee, nu niet. Nou goed. Bedankt. Ja, dag. Goeienacht. Dag. Hoi. Afleidend. Ja. Martin van Rij, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik wilde wat zeggen over het probleem dat je iets koopt en even later blijkt het in diezelfde winkel veel goedkoper te zijn. Ja. Dat is namelijk een vraag die je ook regelmatig terug ziet komen in de consumentengids. Oh ja. En dan is het formele standaard antwoord altijd, je hebt een contract aangegaan, want een koop is in feite gewoon een contract tussen twee partijen. En dat contract is geldig en dat je daar later op terug wilt komen, ja, als de andere partij zegt, daar heb ik niet zoveel zin in, dan gaat het niet, want gekocht is gekocht. Daar kun je natuurlijk wel een paar dingetjes als kanttekening bij plaatsen. Als een winkelklant vriendelijk is, dan zouden ze kunnen zeggen van, oké, we gaan erop in.
Als je in een hele grote zaak het voorlegt aan een werknemer, dan zal hij zeggen, ja, kan mij dat schelen. Maar als het een klein zaakje, een praatje met de eigenaar zelf, zeg maar de directeur, ja, dan kan het heel goed zijn dat hij daar wel oren naar heeft. Ja. Een ander probleem is dat je, dat maken mensen waarschijnlijk ook wel eens mee, dat je op het schap een bepaalde prijs ziet staan en bij de kassa blijkt het product ineens duurder te zijn. Oh ja. En dat is iets waar maar heel weinig mensen van weten hoe dat eigenlijk in elkaar zit. En dat heeft ook weer te maken met het aangaan van een overeenkomst. Op het moment dat jij op het schap een prijs ziet staan en je pakt het product en je wilt dat kopen, dan is dat de prijs waarmee jij akkoord gaat. Dat is de aanbieding van de winkel die jij accepteert. Op dat moment heb je in feite een overeenkomst. Dus bij de kassa geldt die prijs. Ja, nou dat, als dan vervolgens de cashier zegt van nee, het is duurder, ja, dan zeg jij sorry, jullie hebben mij een aanbieding gedaan op het schap. Mm-hmm. Die aanbieding ga ik akkoord. En ik ben bereid die prijs te betalen. En volgens het principe, we hebben een akkoord, zouden jullie je aan jullie kant van de zaak moeten houden. En dat is dat je het mij levert. Wat je ook wel eens meemaakt, dat is dat er in een etalage een product staat voor een ongelooflijk goedkope prijs. Daar zijn ook wel eens een keer rechtszaken over gevoerd dat een winkel iets aangeboden had in een folder voor echt een ongelooflijk lage prijs. En toen zeiden mensen van, nou, dat wil ik wel hebben. En die winkel zei vervolgens, ja, sorry, dat was een drukfoutje. Nou, daar bestaan ook regels over. Als het echt een dusdanige prijs is dat het volledig absurd is, dan kan de winkel inderdaad zeggen, ja, dat was een foutje. En dat had je ook wel moeten kunnen zien. Zo goedkoop. Ja. Een product voor 50% geleverd wordt, of in de uitverkoop zelfs voor nog iets minder dan 50%, dan is dat niet absurd goedkoop. 10% zou je nog kunnen zeggen, ja, dat kan helemaal, ja, niemand doen. En dan is het dus ook een kwestie van, wil zo'n winkel dat hij tevreden klant heeft? En dan zegt hij, ja, ik heb een fout gemaakt, maar goed, ik accepteer het, dan heb ik in ieder geval een paar tevreden klanten. Of houden ze een poot stijf en laten ze het voor de rechter komen. En laten ze erop aankomen dat de rechter dan de knoop doorhaakt en zegt van, ja, dit had gewoon iedereen kunnen zien, dit is niet realistisch. Of ja, sorry, maar het ligt toch wel een klein beetje in de richting van wat een uitverkoopprijs zou kunnen zijn. Dus winkel, ja, u moet het toch leveren voor die prijs. Ja, maar goed, lang verhaal kort. In dit geval zeg jij van, nou, je hebt gewoon pech gehad. Formeel heb je pech gehad. Ja. Je kunt proberen of de winkel voldoende klantvriendelijk is. Ja. Als je dan echt een manager, een afdelingschef of zo, of de directeur zelf spreekt, heb je een kans dat die overstag wil gaan. Maar formeel gezien heb je er geen aanspraak op. Ja, nou, en nou vraag ik me nog heel eventjes af hoe het dan zit met als je iets koopt en je hebt 14 dagen de tijd om het terug te brengen. Met kleding bijvoorbeeld doe ik het altijd dat ik bij de kassa vraag van kan ik het teruggeven als de maat niet helemaal klopt. Want je koopt het wel eens in de winkel waar je het niet kunt passen. En als ze dan zeggen van ja hoor, meestal zeggen ze dat ook, ja hoor, je kunt het binnen 10 dagen, 14 dagen terugbrengen als je bonnetje nog hebt, dan is het helemaal geen probleem. Met een tv is dat wat moeilijker. Ik denk dat het in dit geval het slimste was om eigenlijk om te draaien wat de beller gedaan heeft. Die heeft dus eerst een tv gekocht en vervolgens kwam hij er op internet achter dat hij hem goedkoper had kunnen. Nee. Hij werd goedkoper. Oh, op die manier. Nou, wat ik zelf een keer gedaan heb toen ik een versterker nodig had, toen heb ik eerst op internet gekeken wat het model dat ik op het oog had daar zo al deed, links en rechts in die winkels. Dat heb ik opgeschreven en ik ben naar een winkel gegaan. En ik heb gezegd van nou, ik denk erover zo'n toestel te kopen. Ik heb op internet gezien dat het ongeveer die en die prijs doet. Kun je daarbij in de buurt komen? Ja. Nou, die man die ging naar de computer, hij tikte wat in en hij kon er zelfs iets onder gaan zitten. Kijk. Dus dan heb je ook, ja, je moet daar gebruik maken van de onderhandelingssituatie die je in principe in veel winkels, en zeker als het over duurdere producten gaat, toch hebt. Je kunt praten over een korting, veel mensen durven het niet. Hoewel de laatste tijd durven steeds meer mensen dat, en ik geef ze nog gelijk ook. Want in principe, zoals gezegd, het is een aanbod wat er op het schap staat, die prijs. En als jij vervolgens met iemand in onderhandeling gaat en je komt er samen uit dat het ook voor minder kan, dan kan het voor minder. Ja. Je kunt in principe over de prijs van een koelkast kun je onderhandelen. Ja. Dat ligt dus helemaal aan hoe goed jouw onderhandelingspositie en vaardigheid is. Het ligt er ook aan of de winkel daartoe bereid is. Het kan heel goed zijn dat ze vlak voordat de winkel dicht gaat graag nog eventjes een tv zouden willen scoren.
Maar als je zo'n vervelende winkelbediende meemaakt, die het helemaal niet uitmaakt of die vandaag wat verkoopt of niet, want ja, hij krijgt toch 40 uur in de week betaald, ja. Ja, dan zal het niet lukken. Maar je kunt het altijd proberen, maar het is ook een kwestie van kunnen onderhandelen. Als je daar een beetje handigheid in hebt, je maakt een beetje een gesprek. Dat doe ik dan vaak. Eerst probeer ik een beetje een gesprek te voeren, zodat je een soort van vriendelijke situatie hebt. Oh. En dan kom ik zo langzamerhand op de prijs. Goh. Maar als je meteen zo de winkel binnenloopt en zegt van ik wil dat hebben, maar ik wil 100 euro af hebben. Ja, dan lukt het natuurlijk niet zo makkelijk. Nou ja, misschien ook wel. Dat ze denken, oh, oké, ga maar weer. Dat scheelt dan ook weer in de... Maar dit zijn allemaal hele nuttige adviezen. Maar allemaal geldt het als je het nog niet gekocht hebt. Maar ik denk... Ja. Ik denk, op zich dacht ik in eerste instantie, Derek kan gewoon teruggaan en zeggen, bevalt niet zo. Maar volgens mij, als je hem al gebruikt hebt, kan dat weer niet. Ja, het is inderdaad volgens mij... Wordt ook moeilijker. Maar ja. Als je een product hebt wat duidelijk bijvoorbeeld niet voldoet aan de verwachtingen die je had op het moment dat je het kocht. Dus stel, er staat iets op de verpakking op basis waarvan jij een bepaalde verwachting hebt. En er komt thuis, je maakt de verpakking open en het product blijkt dat niet helemaal waar te maken. Of je had het iets verkeerd begrepen omdat het onduidelijk op die verpakking stond. Dan kan dat een reden zijn om terug te gaan naar de winkel en zeggen van, ja, ik heb het gekocht en zus en zo was mijn verwachting, maar het blijkt nu niet zo te zijn. En dan ligt het ook een beetje aan hoe soepel die winkel is. Maar als het echt niet voldoet aan de verwachting die gewekt werd, en die verwachting werd heel erg duidelijk gewekt, dan is het natuurlijk heel erg simpel. Dan hebben ze iets verkocht wat niet goed is. Ja. Maar het zal vaak een grensgeval zijn. En dan ligt het er ook inderdaad aan hoe soepel de winkel daarmee omgaat. Nou, ik moet nu denken, ik heb een. Het is alweer maanden geleden, maar toen had ik mevrouw Bos aan de telefoon. Die had een relaxfauteuil gekocht voor 6000 euro. Die ze eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Die was haar eigenlijk een klein beetje aangesmeerd. Zo'n fauteuil die dan, zo'n luxe ding, zeg maar, van een paar duizend euro. Die was haar eigenlijk aangesmeerd. Die mevrouw was 82 of zoiets. En die was echt helemaal in de rode vlekken. Want dat ding werd bezorgd en dan moest ze betalen. Ze had het geld helemaal niet. En toen heb ik voor haar dat bedrijf gebeld, buiten de uitzending. Het verhaal uitgelegd. En dat was, vond ik echt heel keurig. Die meneer zei, nou, dat ga ik niet met u bespreken. Ik bel die mevrouw nog wel even. Dus die meneer heeft die mevrouw weer teruggebeld. En uiteindelijk de koop ongedaan gemaakt. Ja, dat kan. Dat vond ik echt heel netjes. Besluiten om te zeggen van, nou, wij zijn klantvriendelijk, wij doen dat. Ja, maar dat is wel lastig. Dat is niet te doen. Een bedrag van 6000 euro dat hij in principe al in kas zou kunnen hebben. Dus dat vond ik wel heel netjes. Ja. Nou, dit soort dingen maakt de Consumentenbond dus ook regelmatig mee. Achter op de gids staat dan zo'n pagina stekeligheden. Oh ja, maar ook... Een conflict met een bedrijf. Nou, zoveel maanden wordt, of zelfs nog veel langer soms, wordt de Consumentenbond ingeschakeld. Die neemt dus even contact op met het bedrijf van, hé jongens, dit gaat toch niet helemaal zoals het eigenlijk zou moeten. En dan gaat zo'n bedrijf vaak ineens over de streep. En dan denk ik, waarom doen jullie dat wel als je een belletje krijgt van de Consumentenbond? En waarom kun je dat niet doen als eerst die klant al maandenlang met jullie gemaild en gebeld en geschreven heeft? Ja. Dat vind ik klantonvriendelijke bedrijven die pas schrikken op het moment dat er gedreigd wordt met wij publiceren dit in de gids. En meestal publiceert de Consumentenbond het dan toch in de gids. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook terecht, want zo'n bedrijf mag je best een tikje op zijn vingers geven. Ja, maar ze hebben toch ook een rubriekje van mensen die iets heel goed opgelost hebben? Ja, dat heb je ook en dat komt er ook in en dat vind ik ook terecht. Want bedrijven die zeggen van, wij zijn klantvriendelijk, wij doen dat wel, die moet je ook die pluimen geven die ze dan verdienen. Ja, nou ja, precies. En dat is eigenlijk een veel betere manier, ja. Ja, vind ik ook. Ik heb ook wel eens een keer een discussie gehad met iemand van een callcenter. Nou ja, die moet je natuurlijk helemaal niks vertellen, want die kunnen nergens over beslissen. Maar die probeerde ik dus ook uit te leggen. Dat je veel meer hebt aan tevreden klanten dan aan ontevreden klanten. Zelfs al sta jij dan als bedrijf in je recht om iets te weigeren. Want uiteindelijk draai jij toch op die klanten. Ja, nee, en als je die wegjaagt, dan stort ik in je bedrijf in elkaar. En die mensen die vertellen dat door. En zeker nu met sociale media. Mensen hoeven maar één tweet op Twitter te zetten. En dat kan viraal gaan. En ineens kan heel Nederland over een bedrijf invallen. Ja, maar aan de andere kant zijn heel veel bedrijven daar bang voor. Maar als je kijkt op bijvoorbeeld hashtag HEMA. Dan zie je 10 keer wat verschrikkelijk, afschuwelijk. Blablabla, en 10 keer oh wat leuk en wat geweldig. Dus het wordt soms ook wel een beetje overschat. Ja, ik zie dat ook wel eens op internet. Als je dan bij een bepaalde zaak gaat kijken hoeveel tevreden klanten ze hebben. Ja. Dan zie je ook verschillende. Bijvoorbeeld hotels heb ik wel eens gekeken. Om te denken, ja, dat hotel is heel erg goedkoop. Zou het dan wel zijn geld waard zijn?
En dan ga je kijken naar de reacties en er staan er altijd een paar tussen die zeggen van nou fantastisch, voldeed helemaal aan mijn verwachtingen. En anderen die zeggen wat een puinzooi. Ja. Dan denk ik, ja nou weet ik eigenlijk nog niks. Nou ja, misschien dat als het heel goedkoop is dat je verwachtingen dan zijn dat je een puinzooi aantreft. Maar inderdaad, ja. Dus soms dan moet je ook gewoon, ja soms moet je ook nog een beetje verder kijken dan je neus lang is. Dat is een mooie conclusie. Dankjewel Martin. Oké. Goedenacht, dag. Meneer Franke. Ja. Hallo. Ja. Ja, ik wou het volgende even vragen. Misschien is er iemand in de buurt die dat daar iets van af weet. Maar er was een duif binnengevlogen bij mij. Ja. Ja, goed. En die duif die kon niet zo goed. Die hem probeerde vangen. Ja. Maar ja, wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment lag het mijn hele huis vol met veren. Want wat was er nou gebeurd? Ik probeerde die duif te vangen natuurlijk. En dat was, ik heb zo'n beetje zijn hele staart uitgetrokken. Want, nou, ja. Meneer Franke toch? Ja, maar die veren lieten los. Ja. Die veren lieten heel snel los. Ja, maar u moet natuurlijk niet aan de veren trekken. Nee, maar ik trok er niet aan. Ik wou die duif vangen. Ja. En goed. Nee, maar goed. U had nog een halve duif in de kamer. En toen? Nou, die duif is gewoon weggevlogen. Ja, zou ik ook doen. Ja. Die is weggevlogen en dat kostte haar of hem. Ja. Geen enkele moeite. Vloog gewoon weg. Ja. Was niks aan de hand. Ik had hem niet beschadigd. Niet echt. Maar goed. Dus, was zijn staart kwijt. Nou vraag ik me af. Misschien dat er mensen zijn die dat weten. Ja. Het komt wel vaker voor dat je dus, als je een beest bijvoorbeeld bij Agnes is het ook bekend, dat ze een staart verliezen. En ik vraag me af of dat bij vogels ook het geval is. Misschien dat iemand dat weet, die dat mij kan vertellen hoe dat precies zit of zo. Dat begrijp ik nu goed, dat eigenlijk gewoon de vraag is, kan de staart van een duif weer aangroeien? Ja, dat is sowieso. Oh. Dat is zo, dat neem ik tenminste aan. Ja. Want een duif kan ook ruien natuurlijk. Ja. En een kip kan, nou, iedere vogel kan ruien. Ja. En dan groeit dat wel weer aan natuurlijk. Dus dat is nou het punt niet precies. Maar het punt is eigenlijk, hoe zit dat eigenlijk bij vogels? Hoe zit het bij vogels als je... Ja, want ik neem aan dat ik vind dat een raar verschijnsel. Maar dus de vraag is niet, groeien de veren weer aan? Maar de vraag is meer van, kunnen veren zomaar loslaten of is het wel mijn schuld? Jouw schuld dus eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk mijn schuld. Komt het vaker voor? Is dat bekend? Is dat bekend dat gebeurt? Oh ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ik stel de vraag even aan het Nederlands luisterpubliek. En dat doe ik via 0800-1121. Goed, meneer Franke? Ja hoor. Voorzichtig met de vogeltjes, hè? Ja hoor. Oké. Dag. 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 Arme duif. Alle duiven uit de dam. Shalalali. Shalalali, shalalala, alle duiven op de dam. Het is mooi, want ooit hadden we in het programma Nachtdiensten Frodien, die belde over, die had hele toestand met de buurvrouw over de duiven op het balkon. En dan hadden we ook, van dit liedje hadden we dan, komt het ooit weer goed? Misschien, shalalali, shalalala, tussen de buurvrouw en Frodien. En
Het is inmiddels jaren later. En als ik dit liedje hoor, moet ik altijd weer even aan Frodien en de buurvrouw denken. Maar dat terzijde. 0800-1121. Als je weet of een duif spontaan veren los kan laten. Dus uit vrije wil. 0800-1121. Paul Bieshoff, goedenacht. Ja, goedenacht Astrid. Hallo. Hallo, hoe is het? Nou, op zich wel goed. Hoe is het met jou? Ja, ja. Idem dito. Oké. Zeg, ik zal even kort, heel kort, op die televisie. Ja, heel kort. Want dat omruilgedoe van 14 dagen, dat is in principe een coulance van de winkelier. Ja. En dat betekent dat, dat het product in ongeschonden staat, in een ongeschonden verpakking, teruggegeven moet worden. En helaas is deze televisie van die meneer al gebruikt. Ja, 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 ja. En je hebt zelf het antwoord al gegeven, ja. Ja, als je een paar keer naar gekeken hebt, dan is die natuurlijk al versleten. Nee, nee. Oh. Maar het hoeft wettelijk gezien niet, hè. Dus het is geen verplichting om dat te doen. Het is alleen van, ik heb toch de verkeerde gekocht. Maar ja, dan moet je hem wel niet gebruikt hebben. Nee, ja, nee, daar zit wat in. En dat is helaas wel gebeurd. Je kan het overigens nog wel proberen natuurlijk. Want of hij er nog verder op ingaat, is ook een kwestie van coulance. Maar in juridische zin is in principe is het een koopkelder. Nou ja, het probleem is natuurlijk ook, er is niks mis met die televisie. Dus als je bereid was om dat bedrag te betalen voor die televisie, en er is gewoon verder helemaal niks mis mee, ja. Ja. Nee, dat bedoel ik. En ja. Volgens het consumentenrecht is er dan dus hier niks aan de hand eigenlijk. Hè? Mm. Dan is dat goed verlopen allemaal. Zuur blijft het wel. Ja. Maar ik belde eigenlijk over die, dat wat ik veel interessanter vind. Oh, wat vinden we interessanter? Ja. Dat is die kwestie van dat flirten ging het eigenlijk. Ach, om, ja. Niet eens zozeer vreemd gaan. Nee, nou, ik denk dat als het niet tot vreemd gaan komt, dat die site niet zo'n succes zou zijn. Nee, dat zit denk er, ik hoor. Ja, dat zit er wel achter. Ja. Dat zit er wel achter. Maar ik dacht toch wel dat de reclamecodecommissie daar wel over gaat, want die toest wel. Maar ja, ik ken hun statuten niet, of tenminste hun reglementen niet waar ze aan toetsen. Maar ik heb er niet nagekeken, maar ik had wel begrepen dat ze aan de algemene maatschappelijke moraal toetsen en de ethiek. Ja. En de procedure is dan dat een individueel persoon een klacht in moet dienen. En daar een bepaald bedrag voor moet betalen. Ik meen niet zo'n €50. En als ze dan in het gelijk gesteld worden, dan krijgen ze dat weer terug. Dus dat valt altijd te proberen natuurlijk. Eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. Oh. www.sec. Echt, ja, maar ik zat ondertussen eventjes. Ik denk, ik laat ik even de reclame horen dat mensen het weten. Dat is wel leuk als je hem kan vinden. Ja, maar deze die ik nu gevonden heb, dat is een andere slogan nog. Dat is, ik heb eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. Ja, die vrouw is inderdaad een beetje merkwaardig. Want die... Maar die heeft ook een rothuwelijk. Ja, die zit van, flirten is niet strafbaar, toch? Ja, dat zegt ze. Maar ze zegt hier, dus ik heb eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. Ja, dus zegt van, nare mevrouw. Dus eigenlijk zegt ze van, de relatie met mijn man is niks, maar flirten is niet strafbaar. Dus met andere woorden, dan ga ik maar vreemd. Ja, 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 ja. Ja. Nou, dat. Ja, nee, jij wint je er ook een beetje over op, hè, geloof ik. Nou ja, ik vind het gewoon heel. Ik vind het echt heel, heel naar. Ik zit ondertussen te kijken hoor. Of ik hem ook nog een keertje kan vinden met die. Misschien ook niet, maar nee, hier in ieder geval niet. Sorry hoor. Had ik ook thuis kunnen voorbereiden, dit onderdeel. Maar ja, toen wist ik nog niet dat we het hadden. Nee, dat weet je ook niet hebben. Van tevoren, hè? Nee. Maar even kijken, wat heb ik nu hier? Wat is dit? Dat is heel wat anders, nee. Dat schiet ook niet op. Goed, maar... Oh, wacht. Dit is er misschien wel. Ja, dit is luister even. Luister even. Ja. Maar toch behoefte aan aandacht van een ander. Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl. Ach, verschrikkelijk. Ja, ik zit nu eigenlijk gewoon reclame te maken. Want er zijn nu echt mensen die zitten te luisteren die denken... Oh, ik krijg ook nooit de aandacht van mijn man. Dus ik ga het nu even... Maar ik vind het een nare... Ja, de vraag is of dit nou ongerust voor het bedrijf is. Ja, dat denk ik ook eigenlijk niet, bedenk ik nu. Dus ik ga het ook niet meer doen. Maar ergens, misschien, weet je, ik kan me er druk om maken. Maar eigenlijk hoeven we ons er helemaal niet druk om te maken. Want als je
Het zal toch geen mensen over de streep helpen die denken... God, wat heb ik een leuke relatie, wat heb ik het gezellig thuis. Oh, maar nu ik die reclame zie, ga ik toch... Nee, en dan moest ik ook denken... en daar kom ik terug op die reclamecodecommissie... want er is nog zo'n reclame waar ik me nou weer ook vreselijk aan gestoord heb... is dat over M&M's, dat een man gegijzeld wordt. Ja. Die vind ik heel grappig. Ja, nou, grappig, maar ik vind een gijzeling dus dat weer niet grappig, hè? Oh, ja. Omdat ze... Oh, en dan worden die M&M's vermoord of zo? Nee, die worden... Oh, sorry, ja, maar ik vind het echt een hele grappige reclame. Er wordt, die heeft dan een of andere, een beetje sneuwe misdadiger. Die heeft twee M&M's en een winkeljongen heeft die gegijzeld. En dan zegt hij tegen de politie, zegt hij... Als ik nu niet krijg wat ik hebben wil, dan eet ik een van de gijzelaars. Het is niet gijzelaars, maar gegijzelde op. En dan zeggen die M&M's tegen elkaar, volgens mij wil die jongen opeten. Oh ja, dat ja, is de ja, grap. Ja, ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik al een paar keer naar die reclame heb gekeken. Dat ik dacht van, volgens mij moet je veel te goed naar deze reclame luisteren om hem te begrijpen. Dat doen mensen namelijk helemaal niet. Die zitten ondertussen te bedenken van, zou de spinazie al bijna klaar zijn? Ja, misschien ging ik wat kort door de bocht. Want ik zie een gegijzelde winkelbediende zitten. En dat vind ik ook niet grappig meer. Oh, maar ik vind het wel altijd interessant. Want het komt echt geen seconde in mij op. Maar ik kijk zoveel van die... series waarin dat soort dingen worden opgelost en zo. Ja, maar ja, dat vind ik, nou ja, dat is misschien een kwestie van humor, maar ik denk, als je geweld in reclames... Ja, nee, er zit wat in. Nou ja, grappig, daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Had ik nog een vraag aan jou? Wacht heel even, wat was nou ook weer de clue over die reclame waar we het net over hadden? De clue? Ja, wat was ook weer het antwoord? Ja, de clue is gewoon die dame die met verleiding bezig is. Maar het antwoord is gewoon dat meneer in principe een individuele klacht bij die reclame... Dan moest je voor betalen? Ja, en dan moet hij een klein bedrag betalen en dan wordt die klacht in behandeling genomen. Ja. En dan, maar op welke grond zou dan deze reclame een tik op de vingers kunnen krijgen? Dat het niet... moreel verantwoord is. Ik dacht wel dat als hun bepaalt dat er aangezet wordt tot vreemdgaan en dat het tegen de algemene maatschappelijke moraal is, ja, dat je wel gelijk zou kunnen krijgen. Ja, nou duidelijk. Dat het idee was hoor, maar en sowieso is individuele rechtsgang altijd nog wel mogelijk, maar dat gaat een beetje te ver voor deze zaak. Ja, ik denk dat ze er heel blij mee zouden zijn met al die aandacht. Nou, ik denk wel, moet je kijken, ze hebben aandacht van u op Radio 1 hebben gekregen. Dus, ja, laten we het er niet meer over hebben. Ik streep hem af. Hoppakee, weg met die toestand. Ah, natuurlijk gewoon een factuur. Had je nog een vraag? Ja, ik had een vraag aan jou, maar gewoon een leuke vraag over de Pasen. Gaan je kinderen nog paaseieren zoeken? Sorry, ik kon je niet verstaan. Over de Pasen? Gaan je kinderen nog paaseieren zoeken? Want ik heb gehoord dat die eieren dan moeilijk te vinden zijn. Dat de eieren dan moeilijk te vinden zijn? Ja, ja. Nou ja, omdat het een beetje rommelig is. Ik snap er helemaal niets van, Paul. Nou, nee. Je hebt toch een tuin, hè? Nee. Oh, je hebt geen tuin. Nou, dan is het in huis. Ja. Dan is het in huis. Nou, als je ze in huis verstopt, dan dat ze dan moeilijk te vinden zijn. Omdat... Dus zijn de kinderen de hele dag zoet, bedoel ik waarmee te zeggen. Goed. Nou ja, hey, bedankt, hè, Paul? Ja, begrijp je mij inderdaad niet. Maar ik denk er nog wel even over na. Volgende week is het kwartje vastgevallen. Ja, dan moet je even vermelden volgende week of de kinderen de eieren gevonden hebben. Ja, ja. Nee, dat zal ik doen. Denk ik. Okay. Goed. Okay. Dag, ja. Paul. Ja, oké. Okay. Doei, doei. Doei. 0800-1121. Robin. Ja, daar ben ik. Hallo. Dag, Robin. Ja, nou ja, even inhakend op de vorige spreker. Ik moet zeggen dat ik duiven toch wel lekkerder vind dan M&M's, hoor. ja smaken verschillen. Die stadsratten natuurlijk, die binnenvliegen. Het ging over Jacques Brel. Dat had je begrepen, neem ik aan. Dat het erover ging, had ik begrepen, ja. 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 Ik heb thuis een boek liggen, maar ik kon het omdat ik aan de lijn ben niet opzoeken in mijn boekenkast. Maar dat is van Ernst van Altena. Die leeft helaas niet meer, maar dat is een van de grote Nederlandse tekstschrijvers voor
vertalers ook van liedjes. Ja. En hij heeft hij was ook de enige die Jacques Brel in het Nederlands mocht vertalen. Want Jacques Brel was namelijk niet Nederlandstalig. Hij was wel een Vlaming, maar hij kwam uit Brussel. Ja. En hij is in Frans opgevoed. Toen zijn talent als zanger naar voren kwam, toen heeft hij natuurlijk geprobeerd om dat te gelden te maken. Alleen in Frankrijk, en met name in Parijs, vond men dat, dat hij te veel met accent sprak. Dat Waalse, wat er dus in zat. Oh ja, ja. Daar heeft hij cursus voor gekregen. En daarna is hij een tijd lang, omdat het in Frankrijk toch niet wilde vlotten, naar Nederland gegaan. Daar heeft hij dus die Ernst van Altena ontmoet. Ja. Ik zou dat boek aan de vraagsteller ook echt aanraden. Ja. En daar heeft hij een tijd hier opgetreden en liedjes opgenomen in het Nederlands. Vertaald door Ernst van Altena. Ja. Behalve dat nummer wat jullie gedraaid hebben, Marieke. Want dat is de enige Nederlandse tekst die hij zelf heeft geschreven. Ach, nou dat deed hij ook niet onaardig dan. Nee, want hij was net een beetje als de Belgische premier. Hè? Hij beheerst het Nederlands passief. Maar als het op spreken of zingen aankwam, ging het een stuk minder. Dat was oefenen. Ja, ik vind het wel echt heel mooi. Ja, ik ook. Ik ben er ook dol op. Ik kan het Frans wel redelijk volgen, maar het Nederlands dat grijpt mij meer aan. En vooral ook als het liedjes zijn die dan weliswaar uit Vlaanderen komen, maar toch over het platte en vlakke land gaan. Ja. Dat komt heel Hollands over, zeg maar. Ja. En dan nog met een intonatie van het Nederlands die mij ook helemaal ligt. Dan is Nederland niet dat wat sommige mensen vinden, dat boerse dialect of zo. Nee, dan zijn we het wat dat betreft volledig eens. Ik zit even te kijken, wat zal ik dan nog eens draaien van Jacques Brel? Gewoon mijn platteland doen. Ja, overigens dacht de vraagsteller dat dus ook dubbeltalig was. Hè? Maar er bestaat dus gewoon de originele Franse versie. Er zijn twee versies van. En de Nederlandse versie, dus van Ernst van Altena. Die is er dus ook. Als de opnames, die zijn allemaal kwalitatief wat minder in het Nederlands, heb ik begrepen. Maar ja, dat is toch wel het liedje wat het meeste de harten van de noordelijke lage landers openmaakt, zeg maar. Ja, maar dan wel in het Nederlands natuurlijk. Ja, graag. He, gelukkig. Nou, dankjewel Robin. Oké, graag gedaan hoor. Een goede nacht nog. Ja, doei. Dag Ooievaar. Jacques Brel dus met Mijn Vlakke Land. En prachtig hoe tot zover op de chat zegt, gelukkig zingt hij in zwart-wit. Ja, dan klonk het ook inderdaad een klein beetje. Sietse Dolstra, goeienacht. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo, ik belde over Jacques Brel, maar het probleem is al voor 3/4 opgelost. Nou, laten we dat kwart dan nog even toevoegen. Nou, hij had ook voordat hij in Nederland bekend was, had hij wel succes hoor. Ja. Hij had al in Olympia gestaan toen hij hier in Nederland ook echt doorbrak. Dus daar sta je ook niet zomaar. Hij had inderdaad vriendschap aan Ernst van Altena. En die vertaalde alle Franse liedjes. Hij had er ook bij de AVRO een programma voor, elke week. Met Franse liedjes die vertaald werden, ook van Brassens en zo. Ja. Maar hij heeft er 4 vertaald en die zijn toen in. Ik schat in 64, ik kan het zo gauw niet vinden. Ik heb hier de Brel-bijbel voor me, maar in 64 heeft hij 4 liedjes vertaald. Althans, op een plaat uitgebracht, op een EP'tje. En een EP'tje, jij weet misschien toch wel wat het is. Ik kan me nog vaag herinneren inderdaad wat een EP'tje is, ja. Dat is gewoon een dubbel singeltje, hè. Ja. Daar stonden er 4 op, het liedje wat je net hebt laten horen. Verder nummer Kitsba, dus Laat Me Niet Alleen. Le Paume de Petit Matin, dat vertaalde hij als De Nutteloze van de Nacht. Oh ja, mooi, hè. Ja, De Nutteloze van de koppen. Dan ga ik het in het Frans doen ineens. Dat was er in mijn hoofd. En de Le Bourgeois, Vieze Vuile Varkens, de burgerij. Mannen van het jaar 0, al wie burgers zijn, dat is een zwijnenspel. Zoiets hoor je dan, hè? Ja, ja. Ja. Sietse? Ja? Ben je de Sietse Dolstra? Nou, ik ben het wel... Klinkt raar, hè? ik ben nog nooit een ander tegengekomen, laat ik het zo zeggen. Dan ben je de Sietse Dolstra. Maar heb je ooit Jacques Brel gezongen? Ja,
Je mocht hem wel niet vertalen, maar ik heb hem wel heel veel vertaald, hoor. Oké. Okay. En dat zong ik dan zelf. Ja, want in die tijd, ik ben eigenlijk door twee mensen dat theatervak en dat zangvak ingerold. Yeah. Ja. Toon Hermans, die tot ik heden nog steeds de leukste man van Nederland is, al is hij dood. Ja, nou dat ben ik wel een beetje eens. Ik had nog geen pick-up. Mijn ouders hadden draadomroep en daar kon je geen pick-up mee nemen, want er zat geen versterker in. Ingewikkeld verhaal. Oudere luisteraars weten wel, als je geen radio had, kon je ook geen pick-up hebben. Maar ik had al wel mijn eerste singeltje gekocht van Numéki de Pas. Ik denk dat ik 12 was. Ja. Met op de achterkant La Valse en Mitan. En dat waren eigenlijk de eerste grote hits van Brel in Frankrijk ook al. Kijk, dus je was ook vroeg bij. Ik heb regelmatig gezongen, ja. Ja, want je, nou ja, cabaretier en zanger. En nou ja, ook heel veel eigen teksten, heel veel teksten voor anderen. Voor wie heb je geschreven, Sietse? Voor welke? Ook voor veel niet? Televisieprogramma's. Ja. Men had ooit Quister met muziek, ja. De TED Show. Maar ik heb tot voor vorige week dinsdag aan toe verbindingsteksten en montages gedaan voor Bananensplits. Oh, dus, echt waar? Ik zit vanaf 92 bij Bananensplits. Ik overleef iedereen daar. Maar zit je nou echt serieus? Want hoeveel jaar ben je inmiddels, Sietse? Ben je al 60? 60. Ja, maar schrijf je dan nu teksten voor Frans Bauer? Ja, ja, ja. Het moet ook niet gekker worden. De voice-over teksten en de presentatieteksten, ja. Goh. Ja. Nou ja, dat is wel leuk om te weten. En dan toch op donderdagnacht nog wakker, omdat dat radiohart nog wel een beetje klopt natuurlijk. Ik heb je ooit gemaild dat ik, nou sinds het jaar Kruik al, sowieso vanaf de tijd van Karel van der Graaf luisterde En daarna kreeg je het Lubberdink. Ja, als we iedereen gaan doornemen, dan zijn we tot 7:45 bezig, hè? Maar gelukkig kwam jij dan, ik denk een jaar of 15 jaar geleden, hè? Een jaar of 15 geleden. 2001, ja. 12 jaar, ja. Ja, oh ja, nou ik heb je dan, ja, nou goed. Ik weet hoe het jaartal vooral verbonden aan waar ik toen wakker lag. En toen lag ik wakker op de Veluwe. Oh ja, dat was die tijd dat je nog wakker lag op de Veluwe. Veluwe, ja. Ziet ze, wat zal ik draaien? Vandaag is alweer gisteren of ze hebben je niet meer nodig? Het is wel grappig dat we hebben in het programma nu ook Edward Niesink, dat is ook een oude radiovriend. Ja. Die doet nu het kindernieuws in Bananensplit. En die zou Ze hebben je niet meer nodig weer eens gaan draaien. Het is wel een lang lied hoor, maar ik heb het zelf een tijd niet meer gehoord. Ach, kan mij het ook schelen. Ik zet hem gewoon aan. Dankjewel, Sietse. Je mag zakken hoor, halverwege. Echt waar? Nou ja, ik heb nog 5:20 tot het nieuws, dus we kijken hoe ver we komen. Oh, dat krijg ik wel vol hoor. Oké. Goeienacht, tot de volgende keer. Succes hoor. Dag. Sietse Dolsta op Radio 1. En ze hebben je niet meer nodig. Robert Nieuwenhuizen, goeienacht. Hallo Robert. Ja, mooi, ik ga weer voor het horen. Ben je er nog, Robert? Hey. Hey. Goed. De radio staat bij Robert zo hard dat we een soort galm krijgen, wat wel leuk is op zich. Hey. Oh, heb je me nu uitgezet? Robert, je bent al 20 minuten aan het wachten. Volgens mij heeft hij op 3 verschillende lijnen 3 verschillende mensen aan de telefoon. Hey Robert, doe ze de groeten. Goeienacht nog. Mevrouw van den Berg. Ja, dat ben ik. Hallo. Ik heb het toevallig over die klemtoon. Ja. Die moet zijn op de derde lettergreep van achteren. Kijk, ik dacht al, er moet toch altijd een soort regel voor zijn. Ja, is zo. En heel toevallig, mijn vader woonde vroeger op de Matenalaan. En ik zei altijd Matenalaan, want dat vond ik veel logischer. Ja. En toen legde mijn stiefmoeder mij uit, nee, het moet op de derde lettergreep van achter zijn, Matenalaan. Okay. Dus dat geef ik je dan maar door. Maar dat zou dus betekenen dat het Hogeveen is, Leeuwarden, ja. Westerbork. Ja. Ja, dat doe ik niet onaardig zo. Het is inderdaad een handig ezelsbruggetje. Ja. Maar dan komt er vast wel weer iets wat, waarvan je zegt, ja, maar daar is het dus weer niet passend. Nou, dat kan best.
Is het wel Ridderkerk dan? Ridderkerk? Ja, dat zou officieel zo moeten zijn. Maar dan zal er wel weer een bepaalde regel zijn dat als het laatste woord een ook zelfstandig op zichzelf staande toevoeging zou kunnen. Weet je, zo'n lastige bijregel is er altijd dan weer. Ja, dat kan, maar ik vind Ridderkerk niet zo slecht klinken. Ridderkerk. Het is toch Ridderkerk? Nee, het is Ridderkerk. Nee, het, ja. het is gewoon Ridderkerk. Nee, u heeft gewoon helemaal gelijk. En Amsterdam? Amsterdam, maar het is niet mevrouw Van den Berg. Nee. Van is een voorvoegsel. Hoe zit het dan met de koolsingel? Nou, net zoals je het zegt, koolsingel. Twee lettergrepen erachteraan. Oh, dan delen we het gewoon stiekem een beetje in tweede ook, hè? Koolsingel. Het is niet koolsingel. Ja. Het wordt wel ingewikkeld, hoor. Maar ik ga erop letten. Dank u wel. En over Jacques Brel. Ja. Er was een keertje, hij had een optreden in Amsterdam. Ja. En toen was hij heel kwaad, want hij dacht dat hij gevraagd werd voor een groot theater. En het was in een of ander Agenebbers theatertje. Ach. En toen was hij er zo boos op. Hij werd professioneel gezongen. Ja. Prachtige performance van Nikita Paul, stond hij vreselijk te transpireren. Maar hij was zo kwaad, dus het kan best zijn dat hij daarna geen Nederlandse liedjes meer wou zingen. Ja, dat hij dacht van, nou ja, als dit... Maar was u erbij dan in die kleine Agenebbers? Nee, op de televisie jaren later. Oh, zijn mooi. Beste performance was dat hier in Amsterdam. Ik weet niet of het Melkweg was of weet ik veel waar. Oh, niet onaardig stulpje trouwens voor de Melkweg. Ik weet niet waar hij was. Nee. Maar hij vond het, ik weet niet waar het was, maar hij vond het zo minderwaardig achter een klein theatertje dat hij daarvoor gecontracteerd was. Daar was hij heel verontwaardigd over. Mm. Maar ik weet niet waar dat was. Goed, ik heb het genoteerd. Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Ja, en als je nog een liedje over een duif weet, die van Toon Hermans over de duif is dood. Ach, nou we hadden het net nog met Sietse Dolstra over... Een liedje. Over Toon Hermans, inderdaad. Ja, maar die heeft dat, en dat vind ik zijn beste stuk. Ja, maar dat is wel echt, dat is heel zielig ook. Ja, maar zo revelerend. En er zijn zoveel mensen van alle lagen. En dan ineens hoor je dan die zin, de duif is dood. En die hebben dat allemaal dan gehoord. Ja. Veel mensen kennen dat nog. Ja. Nou, dank u wel. Ook voor de suggestie. Dag, mevrouw Van den Berg. Dag. Dag. Ellie Smit, goeienacht. Goeienacht, met Ellie Smit, nog een keer. Ja, hi. Twee antwoorden. Ja. Over de vorst en de mist, of dat samen kon gaan. Ja. Dat is dus samen, want dan heb je rijp op de bomen. Ja. Maar dan heb je ook nog mist. Ja, maar die mist die bevriest. Ja, dus is er geen mist meer dan, als er rijp is. Nee. Nee, maar volgens mij kan die combinatie niet. Je hebt mist en als dan vorst komt, dan wordt dat rijp. Ja, precies. Nou, maar dat is eigenlijk de vraag van Freek. Kan er dan nog steeds mist zijn? Maar jij zegt dus, dat kan niet. Nee, dat, volgens mij kan dat niet. Nee. En over die duif. Ja. Dat komt door de stress. Laat hij dan zijn staart los? Nou, het ging niet zozeer om die staart, zei die meneer, over de veren. Ja, maar staartveren. Dat komt door de stress. Ach. Dus het was eigenlijk toch wel de schuld van meneer Franke. Nou, dat vond hij niet leuk, maar ik denk wel dat het daar wel door de stress. Die conclusie kunnen we eigenlijk wel trekken. Ach, gosh. Ja. Nou, de duif was in ieder geval niet dood. Dat scheelt dan weer. Nee, precies. Ja. Dankjewel, Ellie. Alsjeblieft. Goeienacht weer. Ja, doei. Jullie ook. Doei. Richard Parera, goeienacht. Hallo. Hallo, dag Richard. Interessant programma, joh. Weer. Ja, dat verbaast mij ook. Met een lachende traan en zo. Ja. Met een lachende traan, ja. Ja, ik heb een vraag over muziek. En ik heb nog even, ik wil iets zeggen over die duif straks. Nou, die vraag over die muziek. Want je bent erg met muziek verweven. Dat vind ik altijd leuk, hoor. Ik vond het mooi. Gelukkig. Ook weer, alles wat je gedraaid hebt. Het gaat over Walter Trout. Ik weet niet of je dat iets zegt. Walter Trout? Ja, nou, dat is een blues. Gitaar, ja. Ja. En die heeft een album gemaakt. Ja. En dat heet No More Fish Jokes. Goeie en titel. Leuk, hè? Ja. En er staat een onder andere, hij heeft twee nummers, maar één nummer dat springt eruit. Dat is The Girl of the North
Country Line. Ja. Nou, en wat doet die man dan? Die begint op die bluesgitaar te spelen. En op een gegeven moment weet hij dat om te toveren tot een gitaar. Nee, tot een viool. Sorry. Oh, ik wou net zeggen, ja. Ja, ja, die gitaar die tovert hij om tot een viool. Dat is net of hij op een viool... Als je je ogen dicht zou doen, dan denk je nou... Staat iemand viool te spelen? Ja, ja, ja. Nou, mijn vraag is... ik heb er twee vragen over. Mijn eerste vraag is... Oh. Hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? Ja. Nou, en mijn tweede vraag is... Is die, want volgens mij, ja, Gary Moore... De overleden, inmiddels helaas overleden Gary Moore... Die heeft in een van zijn laatste albums heeft hij een tribute gedaan... Jimi Hendrix. Die komt aardig in de buurt, moet ik zeggen. Maar, dus mijn tweede vraag is... Zijn er nou meer van die bluesgitaristen die dat ook kunnen? Ja. Want daar zou ik erg in geïnteresseerd zijn. Want ik vind dat zo schitterend dat iemand zo met een gitaar kan spelen. Nou, ik had toevallig, dat was dan bij de collega's van Radio 6... had ik een saxofonist aan de telefoon. Ja. En nou weet ik niet meer wie het was, wat natuurlijk heel slordig is. Wie was dat nou toch? Nou, ik weet dat het zo... Dat maakt niet uit, maar met een vertelde verhaal. Nee, ja. Maar goed, maar die had ook een nieuw album gemaakt. En daar ging ik een nummer van draaien. En die zei, heb je die gitaarsolo gehoord? In het nummer. Ik zeg, ja, dat is zo. Was dat die en die gitarist? Nee, zegt hij, dat was ik op mijn saxofoon. En daar was hij zelf ook heel trots op. Ja, knap is dat. Dat hij het ten horen kon brengen, inderdaad, via de saxofoon. Dus het is, ja, dan moet je instrument inderdaad erg goed beheersen, wil je zoiets kunnen. Ja, nou, of dat nou beheersing is, dat vraag ik me eigenlijk af. Of dat er allerlei elektronische trucjes achter zitten. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, dat zou kunnen. Ja, want je hebt wapendalen en afijn. Ik heb vroeger ook wel eens gitaar gespeeld. Daar heb je allemaal van die voetpedalen. Dan haal je de gekste dingen eruit tegenwoordig. Maar die man die goochelt ermee. Want de ene 30 seconden dan bloep. En dan gaat hij weer over op de bluesgitaar. En dan is het ineens keer weer een viool geworden. En dan denk ik van, hoe krijgt hij dat voor elkaar? En in mijn beleving, dat wil ik je wel vertellen hoor. Ik heb qua muziek iets op mijn NAS-schijf. Dat is zo'n terabyte schijf, weet je wel, via netwerken. Yeah. Ik heb zoiets 49.000 muzieknummers, bijna 50.000. En ik kom bijna, behalve Gary Moore, die was er ook goed in, bijna niemand tegen die dat op die manier evenaart, hè? Maar ja, misschien kunnen ze het Jimmy wel, Hendrix, maar denken ze van ja, ik speel niet voor niks gitaar. Jimi Hendrix was natuurlijk ook een fenomeen. Ja. Maar die speelde de gekste dingen. Die kon zelfs met zijn tanden nog gitaar spelen, hè? Heb je dat zelfs gezien? Maar het is maar wat je wil ook natuurlijk. Ja, maar ik vraag me gewoon af. Dat waren mijn twee vragen. Ja. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Is dat iemand die daar een oplossing voor heeft? Is dat technisch of doet hij het zelf? Ja. Zijn er nog meer van andere Walter Trouts-achtige types die dat ook kunnen? Want daar zou ik erg in geïnteresseerd zijn. Want... Ik ga op zoek, Richard. Nou, als iemand het weet. Even, als er is, nog even die opmerking over die duiven. Ja. Dat stressverhaal, dat kan heel goed kloppen. Maar? Maar op het moment dat je bij een duif dat voor elkaar krijgt om die staartveren eruit te trekken, dan is die duif ook op datzelfde moment, dan vliegt hij wel weg. Ja. Maar die is stuurloos geworden, hè? Oh ja, want hij is natuurlijk zijn roer kwijt. Juist. Kijk, als je de achterkant van een vliegtuig beschadigt door al die stuur... Ja, dan kan dat ding ook niet met een linkse maar jij denkt nu dat die duif zonder staart al rondjes vliegend nog in de tuin... Nou, die kan in principe alleen maar rechtuit. Nou, ja, dan kan hij een heel eind. Dat is de hoop, ja. Dan moet hij stil op een boomtak gaan zitten wachten. Het is wel zielig. Tot die staart weer aangegroeid. Nee, maar die is... Stuurloos. Ja, die is ontdaan van zijn besturingselementen. Van zijn richtings... Dat is natuurlijk het gevoelig, ja. Ach. Natuurlijk, want die staart die gebruikt hij. Kijk, die vleugels die gebruikt hij om te vliegen. En die staart, dat is gewoon zijn richtingroer. Dus hij moet nu rechtdoor tot hij bij een boom komt? Nou ja, dan gaat hij in die boom zitten en dan moet hij keren? Ja, dat hangt er vanaf. Nou ja, ik denk dat dat beestje op een gegeven moment ten dode opgeschreven is. Nou, toch?
Het doet me een beetje denken aan wanneer ik ga midgetgolven. Oh ja, jij bent ook te lui om te bukken. Nee, dat is het. Nou, dat is goed, een ander verhaal. Ik ben begonnen met knikkeren en nou ben, ja, oké. Okay, maar met midgetgolven, dan, weet je, dan sta je vlakbij, hoe heet dat, waar je uiteindelijk naartoe moet. De hole in one, dus dan sta je bij de heet dat de hole? Zal wel. En dan, ja, dat heet een hole, ja. Nou ja, en dan moet je nog, 20 centimeter, zeg maar. Ja. En dan gaat dat net langs. Bij mij. Dat ik nog 20 slagen nodig heb. Ja, en dan moet ik nu ook een beetje denken aan die duif. Dat hij dus ergens naartoe wil. En dan die dus niet kan sturen. Dus dat hij iedere keer weer even moet mikken. Hoe hij er in een rechte lijn naartoe kan. Nee, maar precies. Het kan heel lang duren voordat hij in het vogelhuisje is. Nee, maar stel je voor dat je ik weet niet of je rijbewijs en auto hebt. Maar ga er vanuit. En dan zit je in je auto. En dan haal ik het stuur eruit. En ja. Hoe ga je dan naar links en naar rechts? Dat gaat niet meer lukken. Ja, dat zou ik ook erg onaardig vinden van je. Nee, maar ik ga het niet doen hoor. Nou, ik begrijp het. Nee, dat vind je veel te aardig voor. Nee, precies. Nou, ik heb een beeld. Dankjewel. Ja, graag gedaan hè. En een fijne voortzetting nog hè, van dit mooie programma. Ja, ik ga mijn best doen. Dag Richard. Hey, groetjes, hè. Hoi. Een duif moet natuurlijk niet naar een vogelhuisje, maar een duiventil. Even hè, voor de duidelijkheid. Van de duif naar de gans. Wim Gans, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Die duif komt nooit meer in zijn til. Ach, Wim toch. Want die gaat over de kop. Ook nog eens een keer. Die kan niet meer vliegen. Die is zijn evenwicht kwijt. Juist. Maar dan kan hij toch lopend? Dat is een horizontale... Ja, lopen kan die nog wel. Maar dat is een horizontale besturing in de lucht. Ja, ik snap het. Goed zo. Maar daar bel ik niet voor. Nee. Ik heb het verhaal van Freek over zijn mist en zijn ijzel enzovoorts enzovoorts. Ja. Als het ijzelt, dan is de regen, het water wat valt, is al onder nul. En zodra het ergens of op de grond botst, kristalliseert het uit. Nee, maar als het onder nul zou zijn, dan zou het hagel zijn. Nee, dat is nog steeds vloeibaar. Oh. Nou, als jij het zegt. Dat noemt men onderkoeld. Dat is al onder het vriespunt, maar het is nog steeds vloeibaar. Oh. Maar zodra het dus de grond raakt, dan kristalliseert het uit en stolt het. Oh ja. En daar gaat de rest van het verhaal ook over, want een stof heeft drie fasetoestanden. Vast, vloeibaar en gasvormig. Neemt u water maar. Ja. IJs, water en waterdamp. Andere verhaal van als het, mist. Ja. Dat is waterdamp. Ja. Dus dat is water in gasvormige toestand. Ja. Maar als het koud wordt, dan blijft het toch niet in gasvormige toestand? Wat zegt hij nou? Nou, als waterdamp, als je dat koud maakt, dan blijft het toch geen gas? Waterdamp blijft waterdamp. Oh. Alleen, als het zo koud is dat het iets raakt, dan rijpt het. Ja, precies. Dus het kan misten, maar als de mist de boom raakt, dan wordt het rijp. Dan wordt het rijp en dan krijg je van die mooie kristalletjes die aangroeien. Ja. Maar dan kan nog steeds de mist voortbestaan. Ja, de mist is een wolk die heel laag hangt. Ja. En van wolken hebben we zat, zolang er nog waterdamp in de lucht is, hebben we wolken. Ja, maar ook als het vriest, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Ja. Nou. Maar zodra het in contact komt met iets, dan rijpt het en dat noemen we dan aanrijpen. Hoppakee, ik kan de vraag afduiven. Goed zo. Zo, is gebeurd. Wat zeg je? Ik heb nog niet verder. Oh ja, geheel en al hetzelfde, Wim, dankjewel. Goed zo, dag. Hans Koevoet, goeienacht. Goedemorgen. 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 Ik heb een vraag. Ik rij al heel lang auto en ik doe regelmatig wel zo'n autolampje vervangen voor. Oh ja. En er zit meestal zo'n beschermdingetje bij om dat niet met je vingers aan te raken. Maar daar heb ik vroeger een vriend gehad die zijn vader die werkte op een gloeilampenfabriek in Nederland. Ja. En die vond het ook echt maar flauwekul, want die denkt van ja, waarom zou je dat met zo'n hoesje moeten pakken? Want het wordt daarna wordt het loeiheet. Ja. En als je het met je vingers vastpakt, dan brandt het in dat glas. En de meest
wonderlijke verhalen hoor je dan. Ja. Glas, dat smelt bij mij pas bij 1400, 1500 graden. Oh ja. En wat ik denk, hoe kleiner het lampje is, hoe meer hitte er vanaf komt en dat de levensduur daardoor bepaald wordt. En nou is mij de vraag, kan iemand mij nou eens even zeggen of dat nou daadwerkelijk, dat je dat met je vingers vastpakt, dat de levensduur minder wordt? Ja. Of dat het langer is, maar ik heb zo het idee dat het nou bij mij altijd hetzelfde is. Maar hebben we het nou over gloeilampjes of over halogeenlampjes? Ja, van die halogeenlampen of ja. Ja, gloeilampen eigenlijk ook niet. Ik weet niet wat er vroeger in zat van die bolletjes, maar nu zijn het van die halogeen en van die gaslampen. En... Ja. Nee, ik vind het een heel raar verhaal, want ik denk maar zo, hoe kleiner het is, hoe warmer het wordt. Mm. Hè, want daarna, als de lamp brandt en je probeert met je vingers vast te pakken, nou, dat wordt sowieso afgeraden, ja. 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 Maar waarom? Ik denk glas dat smelt bij 100 of bij 1500 graden. Wat, ja, maar het gaat niet om smelten. Het gaat om dat het heel blijft. Daar gaat het om. Ja, maar er gebeurt toch niks mee? Ik bedoel, het is toch glas? Ja, maar als je het aanraakt, je hebt toch altijd wel een beetje vettigheid of... Ja, maar dan brandt het er zo vanaf. Nou, zelfs als het er afbrandt, dan verandert wel het gedeelte waar de vettigheid zit ten opzichte van de gedeeltes waar geen vettigheid zit. Zou kunnen, maar. Lijkt mij. Ja, je vingers zijn een beetje vochtig, maar dat hoeft niet altijd vet te zijn. Maar ik denk dat die zegt van dat brandt erin. Nou ja, dat brandt er niet in, want ik zeg al glas, dat is van een hoge smeltemperatuur. En ik denk. Dan misschien dat het alleen de hitte die erin zit, dat hij dat ja, een beetje moeilijker kwijt zou raken. Maar ik denk meer dat er wat meer verluchting in zou komen in de reflector zelf. dat er de warmte meer uit kan. Dat dan ook de levensduur veel langer wordt. Nee, dat lijkt me onzin. Ja, weet ik niet. Dus jij zegt als je een halogeenlampje eventjes aanraakt, dan wordt de levensduur langer? Nee, als je de lamp erin zit en het zit afgesloten. Ja. Dat het meer verlucht zou moeten kunnen worden, omdat die ruimte die erin zit heel erg klein is. En de hitte die is heel erg groot. Ja. Maar dat zou de levensduur dan toch niet? Nee, dat is ook zo. Maar het gaat erom waarom, als ik dat vastpak, dat ze zeggen dat het dan minder wordt. Terwijl de lamp in het huis zit, van die reflector. Nou, ik vind dat die temperatuur best wel warm wordt. Ja. Maar als je dat nou een beetje zou verluchten, dat de levensduur misschien daar ook mee langer kan worden. En dat is mijn vraag. Goed. Nou, als er iemand even wil bellen over de lampen naar 0800-1121, dan kan dat helemaal gratis en voor niks. Ik ga mijn best doen, Hans. Dankjewel, Astrid. En niet aan de lampen zitten, hè? Nee, ik ga zo werken. Heel goed. Goedemorgen. Dag Astrid. Doeg. Goedemorgen. Joyce, goedenacht. Hoi Astrid. Hallo. De mist. Ja. In de mist in de winter, hè? Als het vriest. Ja. Nou, het kan, want ik heb het gezien. Oh. Ja. dat je het ook nog weet. Nou, dat zie ik hier regelmatig. En zeker afgelopen winter. En trouwens, de afgelopen winters, moet ik zeggen. Maar ik zit hier ook wel behoorlijk in een soort van gebiedje, op een soort van moeras. Op een soort van moeras? Waar zit je? Arnhem. Arnhem-Zuid. Oh. Ja. En dat is een beetje een drassig gebiedje waar wij wonen. Daar is altijd water overal om ons heen. Ja, echt alle grasvelden om ons heen liggen altijd plassen met water op. En er is echt heel veel moeras hier vroeger ooit geweest. Daar hebben ze een wijk op gegooid. Ah. Nou, daar wonen. Ja, dat hebben ze gedaan. Ja. Maar er is hier altijd, dat zie ik altijd, zomer, winter, maak je... Nou, niet altijd, want natuurlijk niet altijd. Maar heel vaak toch wel dat er, altijd 's morgens in elk geval een soort van condens, hei moet je het maar noemen. En dat kan mist lijken. Als je erin zou rijden, ja, dan lijkt dat mist. Het is geen mist, het is hei. Oh, ja. En dat is gewoon condens. En ook sneeuw en ijs kan condenseren. Daar is een andere naam voor en dat heeft te maken met als het maar genoeg droog is in de lucht. En nou, als het goede droge vorst hebt, kan het zeker condenseren. Oké, dus we hebben nu hei
rijp, mist? Ja, het is... Ja, alle mogelijkheden. Dat heeft te maken met luchtvochtigheid. Als de lucht heel vochtig is, dan blijft het allemaal inderdaad wel plakken aan gras en aarde en de takjes. Maar als het heel, heel droog is, ja, dan gaat het inderdaad wel op een gegeven moment toch weer condenseren. Ik weet niet of je het zelf... Nou, dat moet je zelf ook al mee hebben gemaakt. Met een echt hele droge vorst. Dat er ooit sneeuw hebt gelegen. En ja, dat lost zomaar toch op. Dat gaat toch weg zonder dat je me iets doet. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit op gelet. Maar als jij het zegt, geloof ik het. Ja, nou, ja. Oh, jij bent heel goed geloven. Ja, nee, maar dit is eerder ter sprake gekomen. Dan krijgen we weer discussie over sublimatie, ja, en dat soort dingen. Ja, sublimatie, ja, dat is dat woord wat ik zocht. Achter. Ja, daar hebben we het een keertje eerder over gehad. Maar als jij zegt dat er mist kan zijn op het moment dat het vriest... Ja, dat kan. En dat je het zelf met regelmaat gezien hebt... Nou, dan kan ik mooi de vraag van Freek in ieder geval... Ik kijk hieruit over een heel wijd stuk weidegebied. Ja, weide, moerasachtig, ja. Ja, hoe moet je het noemen? Maar het mist niet, nu. Op dit moment kan ik het niet zien. Nee, want het is donker. Nou, even op het verkeerd. Nou, nee, ik zou het kunnen zien als ik bij het goede raam zou staan. Oh, ja, je kunt niet bellen en bij het goede raam tegelijkertijd staan natuurlijk. Ja, dan moet ik even opstaan en erheen lopen. En je ligt zo lekker warm. Ja, ga nu maar even kijken, want nu ben ik toch een beetje benieuwd. Nou, dan loop ik even naar de voorkant. Oh, koud. Ja. Nee joh. Doe even je slof aan. Ik hoef alleen maar even naar een andere kamer. Oh, heb je het hele huis gewoon warm terwijl je in bed ligt? Nee, ik leg niet een beetje om. Oh, oké. Okay. Ik ben gewoon lekker nog een beetje wakker. Nee, tuurlijk, het is tenslotte pas 4:50. Ja, daarom. Nee, ja. Ja, maar joh, dat hebben we lekker een lang weekend. Nee, er is hier niks aan de hand. Het is kraakhelder. Oh. Nou, nee, het is echt... Nee, ik kan zelfs de brugjes zien met de lampjes. Nee, het is kraak en kraakhelder. Kijk, nou, dan hebben we dat in ieder geval genoteerd. In Arnhem is het kraakhelder. Nee, geen mist in Arnhem, nee. Maar mist en vriezen kan wel. Hè? Nou, dat is helemaal goed. Dankjewel, Joyce. Graag gedaan. Ga lekker nog meer dingetjes, maar ik weet niet of je daar nog tijd voor hebt. Ja, nee, maar ik heb zo'n mooi liedje over mist. Over mist, oké. Okay. Ja. Wat liedje heb je? Dus we kunnen wel even, maar dan moet je daarna nog op een of andere wazige wijze weer terugkomen bij de mist. Op een wazige lijn? Ja, nee, we kunnen het wel over iets anders hebben, maar dan moeten we daarna met een, zeg maar, een kromme U-bocht weer terug naar het mistverhaal, zodat ik mijn plaatje over de mist kan draaien, zonder dat ik dat hoef te forceren. Ja, zeg maar. Het ging eigenlijk over die klemtoon, maar misschien is ook iets interessant ook. Nee, weet je, laten we het gewoon hierbij laten. Ja, want dan kan ik zo vloeiend over van het verhaal over de mist naar de mist. Ja. Zeg maar. Ja. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag weten waarom je nog wakker bent om 4:50 en gewoon nog aan het rond dartelen. Dartelen. Nou, ik hoor jou aardig dartelen, ja. Nou, dat kan je helemaal niet horen. Nee, ik ben gewoon nog lekker wakker. En ik vind donderdag vind ik dat leuk. En dan is Astrid er en dan gaan we lekker naar de radio luisteren. Oh, dat is een goede reden om wakker te zijn. Ja, toch? Goed, kijk nog even één keer naar buiten. Geen mist. Dit is die kromme U-bocht, hè? Kraakhelder in Arnhem. Ah, dankjewel, hè? Graag gedaan. Dag Joyce. We kunnen zien de keer met God. Dag. We hebben weer een show. Oh, mother, another one. In de mist heet het nummer van Herman van Veen. Ton Gevers, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens, Ton. Ik had eerst netjes gevraagd of het onderwerp klemtoon al uitgeput was, maar dat was nog niet. En terwijl ik zat te luisteren, heb ik ook een vraag over die meneer van die lampjes. Nou, kijk eens even. Dan kunnen we de hele boel weer afstrepen. Kunnen we eerder naar huis vanavond? Ja, daarom. Vragen we of Lara of Marcel wat eerder willen beginnen vandaag? Ja. Kan altijd, hoor. Zeg het maar. Kijk, wat die klemtonen betreft. Ja. Ik ben een beetje in het programma ingevallen vanavond. En ik hoorde die mevrouw die zei, de klemtoon ligt op de derde lettergreep van voren. Ja. Nou, er heeft volkomen gelijk in. Ja, maar? Nou, nee, niet zozeer maar. Oh. Ik bedoel, als het 4 lettergrepen wordt, dan wordt het weer iets anders. Maar komende zondag wordt mijn grote ergernis weer waarheid, want dan heeft iedereen het over de eerste paasdag. De eerste paasdag? De eerste paasdag? Ja, de eerste paasdag. Nee, maar iedereen zegt toch eerste paasdag? Niemand zegt toch eerste paasdag? Je zegt toch ook niet tweede kerstdag? Nou, dan moet je eens op de omroep luisteren. Echt waar? Doen ze dat bij de omroep? Ja, echt waar. De verslaggevers. Oh. Nee, maar ik hoorde ook leuke voorbeelden voorbij komen. De koolsingel. Ja. Of de koolsingel. Koolsingel.
Koolsingel. En mevrouw Van den Berg, dat had jij. Ja, ja. Nou, in het Nederlands is het inderdaad Van den Berg, want het zijn drie woorden. Ja. Maar in Vlaams is dat weer anders, hè. Dan schrijven ze het aan elkaar. En dan zeggen ze inderdaad Van den Berg. Oh, ja, dat zeggen ze in. Ze zeggen ook Atje Vandenberg natuurlijk. Oh, Atje... Ja? Atje... Nee, Atje Vandenberg. Niet Atje Vandenberg. Ja, verwarrend allemaal. Nou. Ja, dus, maar volgens mij eigenlijk, het klopt niet altijd. Het klopt niet. Op straatnamen is ook een uitzondering. Zijn er ook uitzonderingen. Het is Koolsingel, want die is genoemd naar iemand. Mm-hmm. En dus ligt de nadruk op de naam. Op ja, de... maar het zou ook de Koolweg of de Koolsteeg kunnen zijn. En het is de Koolsingel. Nou, dan is het nog Koolsteeg. Want dan is het genoemd naar kolen of zo. Of, oh ja. Ja. Maar er zijn uitzonderingen. Hè? Bijvoorbeeld het Rokin in Amsterdam. Ja. Daar wordt nooit Rokin. Nee. Want dat is al uit de 16e eeuw, is daar zo overgeleverd. En dan mag dat blijven bestaan. Ja, zo af en toe, dan maken we een uitzondering. Ja, natuurlijk. Maar het blijft met taal toch altijd. Taal moet je proeven, hè? Ja. Ja. En zelfs met de paasdag zijn er ook nog mogelijke uitzonderingen. Want als je het hebt over paasochtend, paasmiddag of paasavond... Mm-hmm. Als je daar de nadruk op het legt op het tijdstip van de dag... Ja. Dan mag je het de klemtoon later leggen. Dus is het nou aanstaande zondag, is het dan paasweekend of paasdag? Nee, het is paasweekend... Het is paasdag, maar als jij met iemand een afspraak wil maken, 's middags, dan mag je zeggen paasmiddag en niet paasmiddag. Oké. Maar dat zijn gewoon taalkundige grapjes en dat vond ik wel leuk. Is ook zo. Dankjewel, Ton. Dan de lampjes. Oh, ja, de lampjes. Ja, de autolampjes, ja. Ja, die meneer zei kleine lampjes worden het heetste. Ja. Dat is niet waar, op zich. Oh. Hoe groter het vermogen, hoe meer warmte er ontwikkeld wordt. En onze oude gloeilampen, die mocht je rustig met je handen aanraken, want er gebeurde helemaal niks mee. Okay. En die werden net zo heet. Ja. En die hadden een bepaalde glassamenstelling. Ja. En toen kwamen die halogeenlampjes en al die andere lampjes, en daar zitten dus chemische dampen in. Oh. Die voor een hogere lichtopbrengst zorgen. Ja. En in het begin hadden ze daar nog niet zo goed glas voor. En dat gold vooral voor autolampen. Mm-hmm. En die moest je met handschoentjes indraaien. Ja. Want zeker in garages, daar hebben ze allerlei troep en vet en olie aan de vingers. Ja. Dat kan toch, als het glas warm wordt, in het glas invreten. Ja. En dan krijg je eerder kans op kleine lekjes. En dat is funest voor halogeenlampjes en zo. Want een lekje, daar kan een halogeenlampje niet tegen. Dan is het gebeurd met de lamp. Oké. Maar dat is van de oude kwaliteit, hoor ik net. Ik hoor net dat ze tegenwoordig wat luxe glas kunnen maken. Ja. Dus dan kan het weer wel. Ja. Maar als je dus een tweedehands lampje koopt, beetje oud, krakemikkig lampje. Die zijn er eigenlijk niet meer. Oh, oké. Okay. Die kun je eigenlijk rustig met je vingers vastpakken. En van de levensduur van zeg maar 20.000 uur gaat er misschien 100 uur af. Hmm. Maar dat merk je zelfs niet meer. Oh, okay. De glaskwaliteiten zijn zo goed dat dat niet echt meer invreet. Goed. Hè? Sorry? Vroeger wel. Ja, vroeger moest je daarvoor... Nou, Hans Koevoet ook weer tevreden. Ja. Dus die kan gewoon met zijn vingers aan de lampjes zitten. Ja. Voor de zekerheid zou ik een beetje voorzichtig mee zijn, maar het kan niet wel. Niet als heet zijn natuurlijk. Nee, dat is sowieso onverstandig. Hete maar dingen. Als je ze plaatst, dan mag je er best aankomen. Goed. Hartstikke goed, Ton. Dank je wel. Nou, dan hoop ik dat mijn kleinkinderen trots zijn dat ze opa op de radio lijkt me wel. Hoe heten die kleinkinderen van jou? Stijn en Nienke. Zijn het een beetje lieve kleinkinderen of zijn het een beetje vervelende kleine...
Nee. Zijn lieve kleinkinderen. Oh, nee, luister, ze hebben allemaal kuren, hè? Nou, ze hebben inderdaad allemaal... Hoe oud zijn Stijn en Nienke? 6 en 5. Oh. En die logeren vandaag bij ons. Liggen ze nu te slapen? Nee, juist niet. Want ze waren wakker geworden omdat ik zat te telefoneren. Niet waar. Het is 5:10 en Stijn en Nienke zijn al wakker. Die liggen nou met oma in bed te luisteren. Oh, dit wordt een hele zware dag voor je, Ton. Nee, daar is het al geweest. Ja, nee, maar hou op, schei uit. Want nu is het gezellig. En, ja, morgen ook hoor. Maar tot om een uur of elf... Nou, ik mag ze om 8:15 naar school brengen. Oh, ja, dan ben je er vanaf, heeft de juf. Ja, moeten, weet je zeker dat ze naar school moeten, Ton? Want het is Goede Vrijdag, hè? Ja, nee, ze moeten toch naar school. Oh, oké. Want die van mij hadden opeens vrij. Dat is altijd een verrassing. We houden de agenda niet zo goed bij. Nee, daar doen ze wat op school en dat moet ook. Want wij moeten naar de Matthäus Passion luisteren. Oh, ja, dus dan moeten... Nou, Stijn en Nienke, heel veel plezier op school. En jullie hebben een leuke opa, hoor. Zeg dat maar tegen oma. Oh, dit weet oma ook wel. Nou, wel trust allemaal nog even. Oké. Dag. Goeie vrijdag, Ton. Service. Dag. Dag. Jan Sillens, goeie vrijdag. Ja, hallo. Hallo. Ik heb wel even over die duif. Dat was Jan Sillens met... Oh. Je komt uit Kampen, dacht ik. Ja. Ja, tegenwoordig niet op Sillens. Opa komt er vandaan. Dus... Maar ik bel even over die duif. Ja. Ik heb zelf duiven en ik heb regelmatig een duif waarvan de staat mist. Nou, regelmatig elk jaar wel. Ja. Daar heeft een sperwer of een havik erop gegeven. Wat zeg je? Wat heeft ze gegeven? Een havik? Een sperwer of een havik. Een sperwer, ja, dit is ook link natuurlijk. Ja. En die pakt dan de staat en die laat makkelijk los. En zo'n duif die vliegt prima nog. Die landt en die gaat links en rechts af. Dat wordt hij met verdeling van het lichaam gegeven. Oh, gelukkig maar. Daarom, ik wou je even geruststellen voor... Ja, nou, je voelde dat ik me zorgen maakte, hè? Ja, ik dacht, dat komt niet goed. Ja, gelukkig. Nou, dat is een hele... Ik heb nu ook een duif zonder staat. Misschien is die duif... Misschien is dat die duif die gegrepen is door meneer Franke, ja. Ja, ja. Ik vraag me af wat mijn duif bij hem in huis doet, maar... Ja, die vliegt nog gewoon met andere duiven mee. De rondjes en het land op dak en op het hok en... Heeft hij ook een naam? Nee. Oh. Gewoon de duif zonder staart. Ja, maar dat is met een paar weken groeit dat weer aan. Oh, heerlijk. Over 2 maanden zie je er niks meer van. Jan, ik voel me een stuk beter. Ja, goed. Dankjewel. Ik had nog een vraag als dat kan. Maar, je mag als schipbreukeling nooit zeewater drinken, want dan gaan je nieren het begeven. Maar er staat nooit een waarschuwingsbordje bij een zoute haringkraam van niet meer dan 3 haringen. En met zalte drop staat er ook niks op van, oh. Ja, dat vroeg ik me af. Hoe zit dat dan? Ik vind ook vooral de inleiding, je mag als drenkeling geen zeewater drinken, vind ik heel mooi. Oh ja, hè? Maar als je 3 zoute haringen achter elkaar eet, is dat al zoveel zout dat je er... Nee, want dan zal er wel een waarschuwing bij staan. Zou je denken, want heb je toevallig een hond of een kat of een cavia? Ik heb ook een hond gehad. Want die moet je dus nooit in de magnetron doen. Maar toch staat niet op alle magnetronnen van je moet niet de hond erin doen. Nee, maar 3 zoute haringen, dat lust ik nog wel achter elkaar. Maar volgens mij is het niet helemaal vergelijkbaar met zeewater drinken als je 3 dagen op zee drijft. Maar je moet het inderdaad niet drinken, daar zit wel wat in. Nee, ook zelfs een slokje niet. Dus denk ik van een paar zoute haringen zit toch veel meer zout. Of... Ja, maar ik neem aan dat je dan verder ook nog wel wat drinkt en eet op een dag. Ja. Behalve alleen de zoute haring. Maar het, volgens mij is het niet heel goed voor je nieren. Zoveel zout. Zeewater drinken of zoute haring? Allebei. Oh. Ja, en de combinatie is helemaal funest. Nee. Nou ja, goed. Ik vind het wel een prachtige vraag. Waarom staat er geen waarschuwing op de haringkraam hoeveel zoute haringen je kunt eten? Dat is toch mooi? Ja. Ja, nou, ik ben ook wel benieuwd hoeveel je er kunt eten voordat je echt last krijgt van, weet ik veel, waar je last van kunt krijgen. Zowel 0800-1121. Ik neem hem mee, Jan. Ja, oké. Dankjewel. Goeie vrijdag. Ik realiseer me opeens dat het Goeie Vrijdag is. Dus ik ga nu nog 1 uur en 3 minuten tegen iedereen Goeie Vrijdag zeggen. Ronald, Goeie Vrijdag. Goede vrijdag.
Zeg, ik had de uitzending nog een beetje kunnen beginnen met Witte Donderdag. Maar goed, Goede Vrijdag. Ja, zeg het dus. Ja. Je hebt gewoon verhalen over zoute haringen en over duiven en dergelijke. Laat ik er helemaal een beestenbende van maken. Ja. De komende dagen is het Pasen, zal wel niet ontgaan zijn. Ja, ik heb het gehoord. En dan krijgen we met regelmatig paaseieren zoeken, maar leg maar nou eens uit. Een paashaas en paaseieren, dus hazen en eieren. Wat hebben die met Pasen te maken? Oh, was het niet een lenteritueel of zo? Oh, maar, wat was het ook weer? Dan ben ik ook niet zo helemaal bijbeltechnisch onderlegd, maar... Nee, maar het is juist net zoals de kerstboom eigenlijk niks met kerstmis te maken heeft. Tenminste, niet met het bijbelse verhaal. Zo heeft volgens mij die haas eigenlijk niks met het bijbelse verhaal te maken. Maar ja, correct me if I'm wrong, ik zit er regelmatig naast, hè? Dus... Ja, ik ook. Ja, nou ja, kijk... Ik kan die combinatie niet leggen. Een haas met Pasen en eieren met Pasen. Ja, en dan hazen en eieren met elkaar ook. Dan haas leggen en ei. Nee, hoe komt die haas überhaupt aan die eieren? En heeft hij ze zelf geschilderd? Bijvoorbeeld, ik was gisteren net op tijd in het ziekenhuis, dus dat scheelt weer. Wat zeg je nu allemaal? Ik was gisteren net op tijd in het ziekenhuis, dus dat scheelt ook weer. Hoezo was je net op tijd in het ziekenhuis? Voor wat? Eieren te laten beschilderen. Ik versta je echt helemaal niet. Wat wel grappig is, want de lijn is op zich goed. Maar ik versta de woorden gewoon niet die je zegt. Zeg het nog eens. De eieren te schilderen. Eieren schilderen in het ziekenhuis? Kwijt toevallig nog wel een keer. Goed, ja, ik weet het niet. Vandaag zijn de paaseivragen die aan mij gericht zijn gewoon niet zo succesvol, denk ik. In het ziekenhuis eieren schilderen. Ik snap het niet. Nou, ik denk er nog even over na. En als iemand me wil helpen, 0800-1121. Maar vooral natuurlijk met het antwoord op de vraag wat de hazen en eieren eigenlijk met het paasverhaal te maken hebben. Zeg ik het zo goed, Ronald? Perfect. En okay. Dan op naar het nieuws. Ja, nou dat zeg je heel keurig. En goede vrijdag, hè? Hele goede vrijdag. Dat gaat wel lukken. Dag! Hoi! Dag Ronald, blijf bellen met vragen en antwoorden naar 0800-1121. Op naar het nieuws! Diana de Resmee, goeienacht. Diana? Ja, goedemorgen. Hallo, goeie vrijdag. Hi. Hoi. Ik heb een vraag. Ja. En eigenlijk ook wel een beetje, wat hebben hazen en eieren met Pasen te maken? Nou, de eieren is natuurlijk logisch. Want dat is een, het nieuwe leven. Vruchtbaarheidssymbool. Ja, precies. Ja, en die haasjes, wat heeft de kerstman met kerst te maken? Ja, nou ja, maar dat zou je ook kunnen vragen. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag nu niet. De vraag is nu, wat heeft die haas met de paas te maken? Nou ja, dat is, ik denk, leuk bedacht voor kinderen. Ja. Nou ja, de konijnen die zijn op zich natuurlijk ook vrij symbolisch voor vruchtbaarheid. Ja, dat kun maar je goed. En trouwens, katten en alle dieren in de lente staan wel symbool voor vruchtbaarheid. Eigenlijk wel, ja. 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 Oké, okay, ja. En je had een vraag, Diana. Ik had een vraag. Ja. Gisteren nacht was het volle maan. Ja, nou en of. Ja. Nou. Ja, het was een mooie maan. Ja, ja zeker. Ja. En het was een heldere lucht. En, dat ook. Mijn vraag is, hoe kan het nou? Hoe moet ik het nou even goed zeggen? Nou, denk er even rustig over na. We hebben nog 52 minuten. Anders draai ik een plaatje, hoor. Ik ben ook de beroerste niet. Grapje, ja. Leuk. Astrid. Ja, dat ben ik. Men zegt, ja. Volle maan. Dat heeft invloed op mensen. Ja. En ik geloof daar ook wel in. Ja. Nou, mijn vraag is... Is er iemand die nou precies kan vertellen hoe dat nou eigenlijk zit? Want de maan heeft überhaupt invloed op eb en vloed. Ja. En zijn er nog veel meer mensen die erin geloven? Want als het volle maan is, laat ik inderdaad... alles uit mijn handen vallen. Zij breken hier normaal nooit wat. Maar
als er wat kapot valt, is het altijd toevallig of op volle maan of op nieuwe maan. Oh ja. Dus of de maan is helemaal weg. Ja. Of hij is helemaal vol. Maar als jij iets kapot laat vallen, dan denk je altijd, hey, hoe is het met de maan? Ja, dan kijk je naar de kalender en dan, oh ja. Oh, het is volle maan. Oh ja. Nou ja, de invloed van volle maan op mensen, wat is die invloed? 0800-1121. Behalve dan natuurlijk de weerwolven, kunnen andere mensen gewoon bellen op 0800-1121. Ja, nou, dat is natuurlijk iets waar we niet in geloven. Oh, maar wel in de invloed van volle maan op mensen. Ja. Nou ja, nee, is goed. Nee, ja, ik heb er weinig verstand van, maar dat is met heel veel zaken zo. 0800-1121. Ik luister al jaren naar je. Ja. En ik denk dat je ondertussen wel heel veel verstand hebt van heel veel dingen. Ja, ik denk dat ook altijd. Ik moet nu toch eindelijk een keer Triviant kunnen winnen. Maar dat moment is nog steeds niet gekomen. Echt niet. Nee, maar dat komt omdat het alle minuut gevraagd wordt. En dan is die kennis die je wel hebt, die komt niet, boven. Komt dan niet naar beneden. Zo. Nee, daar zit wat in. Daar heb ik vaak last van. Dat is het. Ik heb de kennis wel, alleen het meldt zich niet als ik het nodig heb. Nee, dan moet je dat even naar boven kijken, met je ogen naar boven. Ja, naar de maan. Een paar seconden wachten en dan komt het naar beneden zakken. Oké, nou dat wachten we dan nog even af. Ja? Ja, dankjewel, Diana. Maar ja, wat denk je? Ik zit naar boven te kijken, maar... Nee, jij nu niet. Oh, ik moet even wachten tot iemand iets vraagt. Dan kijk ik naar boven. Ik ga binnenkort weer eens aan een popquiz meedoen en dan ga ik de hele tijd naar boven zitten kijken. Ik laat je weten hoe het... Je moet niet de hele tijd doen, maar je moet af en toe. Op het moment dat je denkt van ik weet het, moet je je ogen naar boven rollen. Ja. En dan even, nou ja, een paar seconden wachten en dan komt het antwoord. Ik ga het proberen. Ja? Ja. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Diana. En ik... Nou ja, wat ik al zei, ik luister al heel lang naar je. Ik vond het altijd al een geweldig programma. En ik ben vooral beginnen te luisteren naar eigenlijk überhaupt naar Nederland 1. Oh, NPO 1, hè? Oh ja. Ja, naar NPO 1, ja. Ja, ja. Oké, whatever. Ja. Ik heb... Mijn vader, ik woon zelf in regio Utrecht. En mijn vader woont in Groningen. En die heb ik 2,5 jaar verzorgd. Denk op en neer. Ja, en vaak 's nachts ook, ja. Gegaan. En nou, hij was zo'n radioluisteraar. Want hij kreeg ook last van zijn ogen. Oh. Dus hij luisterde alleen op mijn radio. Oh, dat was het punt. Dankjewel, Diana. En ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Volle maan, wat is de invloed daarvan op mensen? Volle maan. En trouwens, dat met dat zout, hè? Ja. Ja, mag ik nog even? Ja, maar wel een beetje vaart maken nu. Oké. Okay. Ja. Waarom staan er geen waarschuwingen voor te veel zout op levensmiddelen? Is de vraag op je site. Oh, het gaat vooral om de haringkramen, ja. Ja, maar goed, de vraag is dan hier anders gesteld. Nou, op elke verpakking staat precies hoeveel zout erin zit. Ja. Ja, en als jij een keer 10 haringjes wil eten en genoeg water of andere vloeistoffen bij drinkt, is het natuurlijk volstrekt geen probleem. Maar geen zeewater, hè? Is zout er, hè? Geen zeewater. Nee. Bij je haring. Nee, even voor de duidelijkheid. Nee, okay, dat we daar geen onduidelijkheid over hebben. Een drinkeling is al aan het uitdrogen. Ja. En zeewater droogt nog meer uit. Precies. Dan moet je niet... En zoute haring, als je dat eet... Ja, geen enkel probleem. Oh. Nou, gelukkig. Dankjewel, Diana. Oké, graag gedaan. Oké, doeg. Hoi. Dag. Pieter. Goedemorgen. Goeie vrijdag. Goeie vrijdag. Zeg het eens, ja. Pieter. Dat wordt verplicht Matthäuspassion vandaag. Hè? Nou, dat is... Ja. Ja. Veel mensen wel, ja. Ja, bij mij dus ook. Ja. Ik had een vraag over Wolfgang Trout. Wat, over? Over hoe je het doet met die gitaar. Met die, oh met ja. Die, over Wolfgang Trout, ja. Ja, goed. Kleine technische geschiedenis, heel kort.
Ja. Les Paul, daar kan je in ieder geval zoeken naar een plaat van hem. Les Paul die kwam op een gegeven moment op het idee van ik wil elektrisch gaan spelen en ik heb geen geld om een echt goed instrument te kopen. Dus hij pakte een spoorbeels. Ja, spoorbeels. Er zitten rijstukken op. Ja. Met pick-up elementen die hij had. Ja. En hij, op die manier kon hij dus versterken. Maar oh ja. Ieder instrument. Ja. Ieder instrument. Is soms. Dankt soms zijn succes aan fabrieksfouten. En dat is bij elektrische gitaar ook het geval. Door de werking van de elementen die erop staan. Ja. Ontstaat een magnetisch veld tussen de versterker en de gitaar zelf. Ah. En daar zit het. Dus als je dat op een bepaalde. Als je op een bepaalde manier. Op een bepaalde hoek. Ten opzichte van je luidspreker staat. Ja. Ontstaat vanzelf een toon. Oké. Okay. En dat is wat Trout dus doet. Is gewoon. Met zijn handen. Die tonen maken. Maar zelf niet spelen. Zelf niet aanslaan. En de versterker doet de rest. En dat is een natuurlijke werking. Sommigen zijn daar heel knap in. Ja. Er zijn zatgitaristen die het ook doen hoor. Oh. Ik doe het ook. Echt? Ja, ik doe het ook. Nou, kom maar op met die versterker. Vinden mensen leuk joh, de buren die zijn al zo dol op je. Nee. Ah joh, het is pas 4:15. Het is de hoogste tijd om mensen even wakker te versterken. Ja. Nou, nee, dat kan ik hier niet maken, man. Wat jammer nou. Dat kan ik hier niet maken. Maar het is een trucje. Je hebt ook mensen die overkruist spelen. Over wat spelen? Overkruist. Oh ja, overkruist. Mensen die overkruist spelen, ja. Ja, normaal sta je met je rechterhand, tenminste voor degene die rechtshandig en linkshandig zijn, ja. Sla je je gitaar aan. Maar er zijn ook van die mafkezen, die zetten bijvoorbeeld, die kruisen de handen over elkaar en slaan met de linkerhand tonen aan. Of pakken met een, dat is een heel aparte techniek. Ik heb me er in de tijd mee bezig gehouden, maar ik heb daar de hersenhelft niet voor. De hersenhelft niet voor. Ja, Pieter, ik ga even afronden, want je bent heel slecht te verstaan. Oh. Maar ik dank je hartelijk voor je bijdrage tot nu toe. Oh, dan moet ik de volgende keer iets doen aan de lijn, denk ik. Hè. Ja, en pas op met wat je allemaal aanslaat, hè? Ja. Oké. Okay. Goeienacht nog. Doeg. Ja. Hoi. Niels? Ja, hi. Hallo. Ik wou even reageren op het verhaal van die vorige meneer. Ik ben ook al een beetje een gitaarliefhebber. Ja. En dat wat hij bedoelde, dat is feedback. Oh ja. De interactie tussen je elementen en je versterker. En kun je dat laten klinken als een viool? Nou, als je een beetje fantasie hebt. Als je graag wil. Maar ik denk wat die andere meneer bedoelde. Ja. Dat het zeg maar echt een beetje als een viool klinkt. Ja. Dat doen ze met een volumeknopje. Oh. Als je een dvd'tje hebt, dan moet je er maar eens op letten. Ja. Dus met zijn vinger gewoon heel hard dat volumeknopje. Er zit een toon en een volumeknopje op. Hmm. En dan met dat volumeknopje ga je heel hard heen en weer draaien. En dan krijg je gewoon. En ja, wel leuk. Alle toonhoogte van de snaren lijkt het inderdaad op een viool. En degene die daar eigenlijk een beetje wel mee begonnen is, dat is Roy Buchanan. Die kan ik hem wel aanraden. Ah. Hij is al lang dood. Oké. Okay. Nou, dat was mooi, want hij was op zoek in. Wat zeg je? Jeff Beck doet het ook wel vaak. Oh, Jeff Beck. Die ken ik zelfs. Ja. Er zijn allerlei mensen die liedjes kunnen aanvragen. Nou, ik heb het over Jack Beck. Ja. Spontaan even op. Ja. Hi Ho Silver Lining. Zou dat niet een leuk plaatje zijn? Moet ik even kijken of we die hebben, hè? Want Jeff Beck, die maar wordt dat is het echt dat ik wil vermelden. Zou eigenlijk bijna moeten, hè? Hi Ho Silver Lining. Ik ga even zoeken. Even kijken hoor, want je had dus Roy Buchanan en Jeff Beck nog als... even kijken, want dat was ook de vraag van Richard inderdaad. Ja, of er nog van wie dat nog meer doen en zo. Ja, precies. Nee, heel goed. Dankjewel, Niels. Ja, Oké, fijne nacht. Goeie vrijdag. Hoi. Dit is hem dan, die Jeff Beck. Even op verzoek van Niels. Hè. Zo zijn we dan ook alweer. Ik heb nog een cryptogram voor je. Voor mensen die een beetje van puzzelen houden. Of in ieder geval nadenken over bepaalde mooie cryptische omschrijvingen.
heb ik nu de opgave die luidt als volgt. Bewakers van het donker. Bewakers van het donker. De oplossing moet bestaan uit 10 letters en die kan doorgegeven worden via 0800-1121. Dus 0800-1121. Bart, goeienacht. Hoi, Astrid. Ik heb nog een kleine aanvulling op het gitaarverhaal. Ja. Wat die jongen zei over de volumeknopjes, dat is wel vrij correct. Maar ze hadden er zelfs een pedaal voor, dat heette het zwelpedaal. En het was er, ik kan je zo meteen wel een heel klein stukje laten horen. Ja, 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 ja. Maar niet met het volumepedaal, want dat heb ik hier niet. Dan drukte ze gewoon een pedaal in. Een gitaar, zang sterft weg. En het typische van dat geluid is, waarom het op een viool lijkt, is dat het geluid van de toon aanzwelt. Dus bij een gitaar heb je die verdwijnt. Ja. En bij een viool kun je een toon op laten komen. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat is toch je volumeknopje, ja. Ja, maar oké, goed. Maar met een volumeknop wordt het een rare truc natuurlijk. Want dan kun je gewoon je toon niet meer goed aanslaan. Oh, ja. Maar als je dat onder een volumepedaal hebt, dan kun je dus gewoon tegelijk spelen en dat volumepedaal ook indrukken. Wel lastig hoor. Je handen nou, en ja, je voeten en zo. Met volumepedaal kun je heel veel. Maar ik kan je wel een stukje van de blues laten horen. Wat misschien ook een beetje als een viool klinkt. Het wordt een beetje vast, want ik moet mijn gitaar een beetje omstemmen. Heb je 1 seconde? Ja. Ja, ik heb op zich nog 36 minuten. Ja. Oké, dan pak je de gitaar. Oh, je bent wel heel ver weg hoor nu, Bart. Maar ja, dat hoor je niet, want je bent heel ver weg. Ik heb gewoon mijn radio aanstaan. Ja. Alleen. Ik kom niet op de kabel binnen nog. Ja. Hoor je mij? Ja. Oké. Goed, ik hoor je ook. Kijk, weet je, ik kan niet. Kijk, dat echte bluesgeluid, dat doen ze namelijk op een andere manier. Dat doen ze met een zogenaamde slide. Als je gaat praten, moet je weer aan de telefoon komen. Want dit is natuurlijk, nu praat ik met iemand die 2 meter bij de telefoon vandaan staat. Ja, het is het een of het ander. Ja. Dan wil ik ook de gitaar een beetje bevoeren. Oh ja. Kijk, dat is een beetje dit effect krijgen. Dat heeft Jimi Hendrix heel mooi in All Along the Watchtower. All Along the Watchtower. Dit is een beetje dat bluesgeluid. Dat hoor je ook heel goed in bijvoorbeeld Little Red Rooster of dingen van de Stones en oude platen. Nou, wat is het? Nou, ik hoorde niet echt een viool in. Nee, maar ik denk dat ik die toon niet op kan laten komen. Dus als je hem ook nog met zo'n pedaaltje op laat komen, dan kom je op aardig in de buurt. Ah, oké. Okay. Mag ik was nog 2 dingen zeggen? Nou, mag ik eerst wat zeggen? Ja. Ja, anders hebben we het er eerst even over. Maar stel nu dat ik eerst wat zeg en dan jij nog 2 dingen. Maar eigenlijk 3 dingen, want dan kun je misschien eerst antwoord geven op wat ik nu eigenlijk in de groep wil gooien. Want ik krijg via de chat, zegt Tom, die zegt het klopt wel van die volumeknop opendraaien, maar ik kan op mijn gitaar ook Guitar Effects Processor, heeft hij een Guitar Effects Processor, kan hij gewoon een viool effect op zijn gitaar zetten. Ja, dat is waar. Dat heb ik een keertje heel mooi gezien met Jenny Arion. Die jongen die had een fluit, het was in Carré, dat was een supermooi concert. Die had een fluit en op die fluit stoot hij een apparaatje aan en dan kon hij op die fluit een saxofoon spelen. Ja, dat is wel cool. Ja. Ja, ik heb boven een drumstelletje staan. Dan kan ik ook de meest idiote dingen uithalen. Ze zouden eigenlijk een soort piano uit moeten vinden waarop je eigenlijk alle instrumenten. Dat is een synthesizer, toch? Als je een synthesizer hebt of een keyboard, dan kun je op die synthesizer kun je een trompet laten klinken. Joh. Ja, hoor. Ja, nou wou jij nog 2 dingen zeggen? Nou, ik wou even zeggen over die klemtonen van die steden enzovoort. Ja, klemtonen. Dus, ik kan er sowieso wel 4 noemen waarbij die klemtoon helemaal niet geldt. Want weet je waar ik namelijk woon? Nou. Ik woon helemaal niet in Amsterdam. Ik woon altijd in Amsterdam. Oh ja. En er zijn ook mensen. Maar dan zeg je het niet goed, hè? Die wonen in Terneuzen of in IJmuiden. Terneuzen. Terneuzen. IJmuiden. IJmuiden. Ik vind het allemaal heel verwarrend. Natuurlijk niet. Het is toch gewoon Terneuzen of Wormerveer of Krommeniet. Ja. Wat is het nou? Het is Wormerveer. Dat weet ik dan niet. Maar Wormerveer klopt dus. Wat zeg jij? Wormerveer klopt dus. Dat klinkt dat het is. Ja. Het is toch niet Krommenie. Wormerveer? Maar Terneuzen. Nee, joh.
ten neuze. Nou, ik vind het allemaal... Ik weet ook wat de oplossing is van het cryptomarkt, zal ik niet zeggen. Maar nee, doe maar niet. Nee, want er gaan nu allemaal mensen bellen met de oplossing. En dan geef jij even de oplossing. Dus de lol eraf natuurlijk. Dus, dat over de gitaar. Dankjewel. Oké. Okay. Goeie vrijdag. Ja, Frans Tempelaars uit Amsterdam. Goedendag, Bart. En daar moet ik dan heel erg om lachen, inderdaad. Want de opgave van de crypto was bewakers in het donker. Hij was wat lastig, hè? Nou, het lag wel heel voor de hand, hè. Want ik denk dat je toch zeker 2-3 seconden nodig hebt gehad om hem op te lossen. Ik had de telefoon al in mijn hand. De spanning zat erin, ben ik de eerste die belt. Ik druk hem meteen in. Nee, nachtwacht is inderdaad enig idee, want het zijn altijd een beetje actuele cryptogrammen, hè? Enig idee waarom het actueel was deze week? Ja, omdat het weer teruggeplaatst is, hè. Ja. Dus dat is de nachtwacht is verhuisd. Dus dat vonden we een mooie aanleiding om het onderwerp te maken van het cryptogram of de crypto natuurlijk. Ja. Frans Tempelaars uit. Oh nee, Tempelaars. Tempelaars. Frans Tempelaars uit Amsterdam. Amsterdam. Ik stuur een pakketje op. Ja, is mooi. Ik heb net een mooie handdoek ontvangen voor jullie. Ja, weet je, het is echt van alles heb ik nog in huis. Mooi is, weet ik niet. Ik kan niet zien, maar mijn vrouw zei het. Dus ja, maar hij is een paar keer gebruikt, maar goed. Dan ruikt hij lekker fris. Op het duim pak je zo nat was. Je hebt gewoon een natte handdoek opsturen naar de prijswinnaars. Nee, Frans, er komt weer wat je kant op. Hartstikke leuk. En een hele goede nachtwacht nog, hè? Hetzelfde. Doeg. Bedankt, dag. 0800-1121. Meneer Alleman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben met Alleman uit Mokum. Ja, Mokum. Dit is mijn derde vraag in mijn geschiedenis naar jullie. Ja. Die gaan allemaal met rekenen te maken of met getallen. Ja. Mijn laatste vraag was, wat verdient de paus? Oh ja. Heb ik nooit geen antwoord op gekregen, maar goed. Nou, ik kan wel aan de gang blijven, want er is echt wel antwoord op gegeven. Dus dat is, maar goed, als ik iedere keer zeg maar alle antwoorden weer in de volgende uitzending moet behandelen, dan komen we niet aan de nieuwe vragen toe. Ik snap het helemaal. Precies. Maar mijn volgende vraag is, ik mocht geen vragen over belastingkwesties stellen. Nou, dat mag wel, maar het is de hele dag is het blauwe vrijdag, hè, op Radio 1. Nee, het is Goede Vrijdag. Ja, maar het is Goede Blauwe Vrijdag. Goede Blauwe Vrijdag. Ja, okay. Of Blauwe Goede Vrijdag, of Goede Vrije Blauwdag, net wat je wil. Maar het, goed, dus het gaat vanaf 6 uur, gaat het op Radio 1 non-stop over belasting. Ja, maar je kunt, als je wil, kun je een soort voorzetje geven vast. Oké. Okay. Hoeveel euro's hebben tegenwoordig? Hoeveel incasseert de staat der Nederlanden per jaar aan euro's? In belasting? Ja. Dat moet op zich heel makkelijk uit te rekenen zijn, want het is natuurlijk gewoon een vast percentage van het. Hoef ik het niet te doen. Ja, nee, ik zou niet weten hoe ik dat moet uitrekenen, maar gewoon. Gewoon op de penny. Je wilt het echt tot op een 5 eurocent muntstuk, wil je het weten? Het liefst wel, ja. Nou, en als iemand op een duizendje in de buurt kan komen, is het ook goed. 0800-1121. Dat moet lukken, meneer Alleman. Dankjewel. Oké, bedankt. Goeie vrijdag. Eigenlijk. Dag. Hoi. Jan Looyen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Je hoort nog geen getik, want de hond ligt te slapen. Die is jarig, die heeft zijn taart al op. Dat was heel veel informatie in één zin. De hond ligt te slapen, want hij is jarig en heeft zijn taart al op. Het is 17:30 en het beest heeft al taart gegeten. Ja, omdat ik gewoon loop de nacht braken. Ik heb lopen de internet schaken en ik volg jouw programma zoals altijd. Lopen de internet schaken, ja. Ja, en jij kost me gewoon nachtrust. Ja, sorry. Hoeveel jaar is de hond geworden? 1 jaar. Ach. Kun je hem nog herinneren? Hij heet Gono. Ja, hij maakt lawaai, toch? Ja, hij is miljard. Met zijn bot, maar nou is hij helemaal vol en hij heeft echt een taart gekregen. Dat is heel slecht voor honden, hè? Nee, een hondentaart. Oh, nee, dan is het goed. Een echte hondentaart, serieus. Maar eet jij dan een stukje mee? Nee, joh, dan kan je dat niet eten, joh. Gadverdamme. Nou, je kunt hondenvoer op zich prima eten. Daar heb je helemaal gelijk in, want wat hij krijgt, dat is op menselijke basis getest. Dus dat klopt wat je zegt. Ja, nou ja. Goed. Hij krijgt puur vlees. Lekker. Lekker vleestaartje. Maar goed, Jan, waar belde je over? Ja, misschien
misschien in het verre verleden was er ooit een man, die was altijd telefonisch voor jullie bereikbaar. En dat was een, ja, een of ander rechtsgeleerde. En daar gaat namelijk ook mijn vraag over. Ja. Het is namelijk zo, ik zat me af te vragen, ik hoorde laatst het begrip onschendbaarheid. Ja. En we krijgen dan een koning. Ja. De koning is gezellig getrouwd. Gezellig, ja. En er komt op een gegeven moment komt het trammeland. En de koning die pleegt een moord. Ja, heeft niks met het huwelijk te maken op zich nog, maar dat zouden we erbij kunnen bedenken, ja. Ja, maar stel. Ja. Wat zijn dan de maatregelen? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als, maar dat kun je natuurlijk ook makkelijker maken. Wat gebeurt er als Willem-Alexander 180 rijdt waar hij 120 mag? Nee. Dat is out of question. Ik bedoel, het is echt een strafzaak die er sowieso voor meervoudige kamer moet komen. Waar is een minimale strafstap van bijvoorbeeld 20 jaar, noem maar wat. Oh ja. En dan vraag ik me, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Het is natuurlijk, hoop ik, een klein pietsie beetje een theoretisch vraagstuk. Ja, maar ja, je weet het niet. Nee, want die meneer vroeg net namelijk ook het verhaal van belastinggeld. En ik weet niet in hoeverre jij op de hoogte bent bijvoorbeeld van de voor- en de achterdeuren in een koffieshop. Ja. Maar er wordt wel belasting opgegeven. En ja. het verhaal wil namelijk de belasting die je op de koffieshop... Oh, maar laten we nou, het wordt een ellenlang verhaal. Terwijl de vraag eigenlijk is, stel dat Willem-Alexander misdaad pleegt, is hij dan onschendbaar of niet? Ja. Ja, laten we het daar dan maar even op houden. Dankjewel, Jan. Ja? Ja. Oké. Okay. 0800-1121 is het nummer als je een antwoord weet op de vraag over onschendbaarheid bij de koning of natuurlijk de koningin. Paulien, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg met het Paulien. Eens. Paulien, ik had een antwoord op, vermoed ik, op de paashaas en de eieren. Vertel. Heel lang geleden vertelde mijn vader, vroeger wij dat natuurlijk ook, en toen zei mijn vader, een haas maakt als die gaat slapen een kuiltje. En dat kuiltje wordt later ingepikt door een vogel om er een eitje in te leggen. En daarom heeft hij het samen met de paashaas. Oké. Goed, dus iets met eieren en hazen, die verbinding hebben we in ieder geval nu gelegd. Ja, en als ik naar mijn hond kijk, voordat die gaat slapen, ja. Draait hij ook verschillende keren in de ronde, in zijn mand, in zijn kussen, ja. Om een kuiltje te maken. Nou, dus ik denk dat dat misschien wel de reden is. Ja, maar daar ga je alweer, Paulien, want waarom is het dan niet de paashond? Ja, die slaapt niet in de wei. Ja, en? En die hazen wel, die slapen in de wei. Die maken dus een kuiltje in de wei. En ja. Daar slapen zij in. En dat wordt ingepikt door de vogels. En die leggen er een eitje in. Dat was het verhaal vroeger van mijn vader. En had jouw vader verder ook een hele rijke fantasie? Nou, nee, maar hij was wel vaak aan het jagen. Ah, oké. Dus hij wist wel een beetje hoe het eraan toe ging. Ja. Tussen de hazen. Dus dat idee dat die maken een kuiltje en de vogels die leggen er eitjes in. Nou, het klinkt in ieder geval heel mooi. Dankjewel, Paulien. Oké. Goeie vrijdag. Uitzending. Dank je, dag. Rihanna Voortman. Hallo Astrid. Hallo, goeie. Ik, een paar jaar geleden reden we met de auto voorbij een weiland en wat stond daarin? Allemaal hazen. Paashazen ook. Hè? Paashazen ook. Hadden ze zo'n mandje met eieren op hun rug? Nee, de week voor Pasen ja. Stonden er allemaal hazen in een weiland. Ja. Toen zei ik tegen mijn man, ik zeg nou, nu weet ik waar de paashaas vandaan komt. Ik denk dat het in voorjaar dat ze gaan paren, dat ze dan allemaal gaan staan. Ja. En dat dat altijd rondstreeks paas is. En dat ze dan tussendoor eieren verstoppen? Nou, dan denk ik dat ze misschien, weet ik, op eieren trappen. Maar daar gaat het niet om. Maar de paashaas zeg, ja. Op zichzelf, ik denk... Dat zou het misschien ook wel kunnen zijn, dat door de eeuwen heen, dat de mensen denken, hé, de paashaas, die staat er toch al rond Pasen. Het is natuurlijk ook zo dat in april beginnen de vogeltjes een beetje eieren te leggen.
In mei zet dat verder door. In mei leggen alle vogels hun ei. Maar in april beginnen er een paar. Dus dan kun je eieren gaan zoeken. En als je dan aan het zoeken bent, zie je misschien her en der zo'n haas inderdaad rechtop staan. Dat je denkt van, nee, het waren er wel 10 of 20. Ja. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En toen dacht ik ook het spreekwoord, hoe een koe een haas vangt. Ik denk, nou, dat is nou ook gelijk duidelijk. Want hij loopt er gewoon hard tegenaan. Oh. Dus ze zijn bijna een meter geweest als ze staan. Ja, waarom ook niet? Ja. Nou ja, het zal inderdaad in de basis er wel iets mee te maken hebben. Dank je wel. Ja. Oké, veel plezier. Hetzelfde. Dag Iana, dank je wel. Ja. Tim, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Ik kom nog eventjes ook op dat paasfeest terug, of dat paasdag. Het is zo, het is afgeleid van Pesach. Ja. En dat was een Joods of Paasdag. En dat was een feest wat de Joden vieren in de lente, in maart of april. Ja. Een vrijheidsfeest is dat, want ze herdenken dan dat ze uit Egypte, uit de slavernij, bevrijd zijn. Mm-hmm. En die tijd die valt altijd in maart of april. Ja, zie je, het is een soort samenvoeging van verschillende dingen, hè? Ja, ja. Ja. En ik denk dat het daar ook heel veel verband bij houdt. Joden zijn heel veel naar Nederland getrokken. En als dat woord dan gebruikt wordt, bijvoorbeeld in Amsterdam, dan kunnen ze daar dat paasei wel uit gaan afleiden. Ik weet niet hoe of ze het precies uitspreken vanuit het Hebreeuws. Maar dan is die combinatie toch wel gauw te maken. Maar ja, wat heeft het nou met die eieren en die hazen te maken? Dat weet ik niet, maar kijk eens, paascha, zoals het in het Hebreeuws heet. Ja, en paas ligt dan dicht bij elkaar. Als je het in het Nederlands hoort. Wij horen iets zeggen en daar leiden wij onze Nederlandse vertaling uit af eigenlijk. Het klinkt wel heel Nederlands dat iemand gewoon Pasen zegt in een andere taal. En dat wij denken, wat? Paashaas? Oké, we geven hem chocolade-eieren klaar. Maar die Jood zegt Pasdag. Ja, dat komt in de buurt hè, van die haas. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat wel verband houdt met elkaar. Dankjewel, Tim. En fijne paasdagen. Oh ja, nog één ding, Tim. Ja? Als je van iemand een chocoladepaashaas hebt, moet je hem niet in de vensterbank zetten. Nee, maar het eitje komt toch uit. Oh, oké. Nee. Prima. Groetjes. Dag. Hoi. Catharina Stoffelen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik hoorde net over de belasting, hoeveel er opgehaald werd in een jaar, zal ik maar zeggen. Ja. Door de fiscus. Ja. Maar ik ben veel meer benieuwd wat er gefraudeerd wordt. Oh ja, ik weet niet zeker, maar ik denk niet dat daarover iemand gaat bellen naar Radio 1. Nee. Ja, het zou kunnen hoor, dat er iemand belt die zegt, ik zeg mijn naam niet, maar het is zo en zoveel. Maar ik denk het niet. Nee, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja. Want dat is voor ons van veel meer belang, want wij kunnen het naderhand weer zelf opbrengen ook dus. Ja. Nou ja, ik neem het even mee. Misschien dat het komend kwartier nog iemand zo dapper is om het even door te geven. Ja, ja. Dankjewel, ja. Catharina. Ja hoor. Goeie vrijdag. Dag. Goeie vrijdag, ja. 0800-1121. Meneer De Jager. Ja, met Jurjen. Hallo. Goedemorgen. Even over de koning. Ach, ik denk meneer De Jager die belt over de hazen, maar nee. Ja, nee, niet de hazen. Nee. Maar die vraag over de koning of die een misdaad kan begaan. Ja, de onschendbaarheid van Willem-Alexander. Ja, nou, zoals bekend is de koning onschendbaar, de minister is verantwoordelijk. Wat ik daar dus nog over weet is... We hebben echt een hele slechte lijn. De koning is onschendbaar, de minister is verantwoordelijk. Dat hoorde ik nog. Maar als ik nou, ik doe wel watermoord, maar ga dat zo. Meneer De Jager, het spijt me echt heel erg, maar ik kan er geen chocola van maken en dat is helemaal jammer in verband met die chocoladepaaseieren. Maar heel erg bedankt voor de poging, maar de lijn is echt verschrikkelijk slecht, dus ik ga even door naar Bakker Johan. Bakker Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Zitten de paasbroodjes in de oven? Nee, die gaan er even kijken. 8 uur. Ach, dan pas? Ja, maar ik heb er nog een stelletje liggen van gisteren. Gewoon oude paasbroodjes? Wat zeg je? Gewoon een beetje oude, taaie paasbroodjes? Nee, die kun je 6 dagen eten. Die zijn hele luxe paasbroodjes. Oh, oké. Ja. Maar waar ik voor bel, die viel me op vannacht. Want ik heb toevallig vannacht de hele nacht jouw uitzending gehoord. Oh, wat is er aan de hand, Johan? Drukte voor Pasen. Oh ja, natuurlijk. Ja. En ik hoorde ook Timo bij Casaluna. Oh, je bent al heel lang wakker, ja. Precies. En 2 weken terug was Timo, en er was er eventjes een discussie of de Timo, die vond dat hij wel te vaak belde. Ja, dat vindt hij zelf. Dat vindt verder
precies drie mensen vinden dat verder en de rest wil hem allemaal heel graag horen. En ik vind dat per se niet, want ik vind Timo altijd bijzonder aangenaam om te luisteren. Ja. Toen heb ik vorige week een mailtje gestuurd. Wat mij betreft hebben we dadelijk een Timo-time. Ja, oh, Timo, ja. Of Timo tijd, of weet ik van wat. Timo, dat je een vaste, eens in de 14 dagen, een vaste 5, 6, 7 minuten krijgt om zijn verhaal te doen. Oh, doe maar 7 minuten? 5, 6, 7 minuten, ja. En wanneer doen we dan het Bakker Johan moment? Op het moment dat de baktechnische vragen worden gesteld. Oh, oké. Okay. Of je hebt weer een vraag. Of een oplossing van een crypto, of dat soort dingetjes. Ja. Maar mijn broodjes gaan voor, dus ik kan nooit een vaste tijd... Misschien heeft Timo... Nou, alhoewel Timo misschien juist wel prettig vindt de vaste tijd. Ja, Timo misschien wel, maar ik hoorde hem bij Kazeluna en ik dacht, verrek, Timo. Shit. Nou, ik zeg tegen Frank Dumos, ik zeg, lekker ben jij. Beetje Timo uitzenden om 14:15, dan gaat mijn uitzending. Nu kom ik een kwartier materiaal tekort. Ja, maar Frank Dumos is niet helemaal helder, want die ziet het verschil niet tussen Jan Akkerman en die andere gitarist. Terwijl die echt ontzettend veel verstand heeft van muziek, hoor. Die Frank Dumos, die moet je niet onderschatten. Nee, moet je tegen Frank Dumos over de punktijd beginnen, dan ben je zo 3,5 uur verder. Oh, maar daar heb ik helemaal geen verstand van. Dus dat nee, maar van. Hij wel. Ja. Ja. Goed. Maar Harry Saxioni en Jan Akkerman, daar wist hij het verschil niet. Nou, die lijken ook wel een beetje op elkaar als ze gitaar spelen en je hebt er geen beeld bij. Nee, maar hij zat tegenover hem. Dat is helemaal dat wordt het ingewikkeld. Nou, hou op. Ja, wat is er verder? Maar wat mij betreft Timo time. En maar daar Timo... bel je nu over, Bakker Johan. Ja, daar bel ik over, ja. Wat is dit nou voor zendtijdvervuiling? Het is een vragen en antwoorden. Nou, dit is gewoon een antwoord op de vraag die Timo toen stelde. Ja, maar er was geen vraag. Met 2 weken vertraging, ja, dat moet kunnen. Nou, ik maak voor jou een uitzondering, maar het moet niet te vaak gebeuren, hè? Nee, oké, maar het is nou een goede vrijdag, er moet iets kunnen. Nou, dat is dan wel weer waar. Hé, dankjewel en succes Timo met... Timo, een goede vrijdag. Nou, ja. Timo is gaan slapen. Die heeft om 14:15 heeft die Casaluna gebeld. Die is gewoon omgevallen. Die denkt, nou... Nee, maar die luistert straks de dingetjes na, dat weet ik zeker. Echt? Ach, god, de schat. Komt bij hem terecht. Nou, dag hè, en succes met het paasbrood. Gaat lukken. Jij weet ook niet, want jij verkoopt waarschijnlijk ook chocolade-eitjes. Nee, helemaal niet. Nee, alleen maar bakkers, echte bakkers. Niet echte bakkers. Dat zijn meer patissiers en de bakkers. Ja, precies. Dat is ook een crossover. En wij zitten meer in de hoek van het brood. Hé, ik heb weer honger. Dag, Bakker Johan. Mooie Pasen. Ja, goeie vrijdag. Hoi. Roy Wessels, goeienacht. Roy. Goedemorgen. 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 Over de belastingfraude. Ja. Daar had ik waarschijnlijk wel een antwoord op. Want er was afgelopen ochtend tussen 12 en 2 zat er een hoogleraar in de belastingkunde. Nee, het was een professor doctoranders. Hij had alle titels die je maar kunt hebben en hij was nog vrij jong. Maar goed. Ja, nou, kijk eens aan. Ja. Maar die had het over 3,5 miljard wat de belasting op jaarbasis niet in. Dus dat is heel erg veel. Ja, nou dan weet Catharina Stoffelen dat. En heeft hij ook gemeld wat de staat incasseert per jaar? Nee, dat heb ik niet. Alleen maar wat ze niet incasseren. Ja. Ja, daar hadden ze waarschijnlijk de mankracht niet voor. Nee. Om al dat geld te innen, zeg maar. Dus ja, nou goed, in principe kun je dat als fraude beschouwen, zeg maar. Nou ja, daar zit het mensen in. Die het niet indienen, want dat wordt niet nagekeken, omdat daar geen mankracht voor is. Okido. Ja? Fijn dat je het nog even doorgaf, dankjewel. Graag gedaan, goede vrijdag. Hetzelfde, Roy. Hoi. Dankjewel, doeg. Tim Bootsman, goeienacht. Goedemorgen, en wel een mooie morgen zelfs. Wat? Ja. Ja. Ja, hazen en paarsen en eieren, ja. De lage landen zijn niet altijd christelijk geweest. En nee. Joden zijn hier gekomen op de vlucht voor de pogroms. Toen de kersteling hier kwam, waren de mensen hier eigenlijk gewoon paganistisch. Oh, en die hadden allerlei feesten, net als Joden ook allerlei feesten hadden. Het vruchtbaarheidsfeest was er daar één van. En ja, die christenen die hadden eigenlijk helemaal geen feesten. Dus die konden de mensen of over de kling jagen... of iets teruggeven van hun eigen feesten... om ze te overtuigen om toch maar christen te worden. Dus toen hebben ze, nou ja, dat Joodse feest, Pesach... dat hebben ze, nou ja, hun eigen sausje overheen gegooid. En ze hebben iets van het oude paganistische... van het vruchtbaarheidsfeest hebben ze overeind gehouden. En daar hebben ze...
Pasen omheen verzonnen. Wat zijn we toch eigenlijk creatief, hè? Dat we gewoon altijd wel weer een manier weten te vinden om chocola te eten. Nou, dat vind ik zeer terecht, want chocola eten is gewoon natuurlijk een fantastisch iets. Maar het gaat dus eigenlijk niet zozeer om die chocola. Dat is pas veel later gekomen, toen de slavenhandel goed op gang was gekomen natuurlijk. Maar de kerstening dateert al van veel vroeger. En ja, die christenen, om hier poot aan de grond te krijgen, moesten ze aan de ene kant met de zweep en aan de andere kant met toch een beetje likken, moesten ze zich erin zien te draaien. Nou ja, en dat hebben ze gedaan. Ze hebben aardig wat van die paganisten om zeep geholpen. En ze hebben leentjeburen gespeeld bij de Joden met het Pesach, hè, de naam alleen al. Mm-hmm. En vervolgens, ja, de vruchtbaarheidssymbolen. Nou ja, hazen staan natuurlijk toch wel bekend om hun vruchtbaarheid. Eieren zijn natuurlijk ook een symbool van vruchtbaarheid. Hè? Het gaat dus niet om chocolade-eieren, maar gewoon om eieren. Ja. En, nou ja, die vrolijke, zachte kleurtjes, die refereren natuurlijk ook aan het voorjaar. De vruchtbaarheidstijd bij uitstek. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Tim. Alsjeblieft. Mag ik je een enorm vruchtbaar Pasen wensen? Nou, laten we dat maar niet meer doen. Nou ja, in ieder geval dan met veel eieren. Lekker. Doeg. Hoi. Hoi. Bagheera, oftewel Martin, goeienacht. Goeienacht, naar Martin. Hallo, ik ben zo blij met jou, want soms dan gaat de chat zo snel dat ik het allemaal niet meer bij kan houden. Ik heb een aantal antwoorden. Ja, jij houdt het allemaal goed in de gaten. Ga je gang. De onschendbaarheid. Ja. Stel de koning vermoordt iemand, dan kan de Hoge Raad de onschendbaarheid opheffen. Want de koning is nog steeds gehouden aan de wet. Ah. Nou, dan hadden we nog de vraag over hoeveel belasting komt er binnen. Mm. Nou, in totaal komt er 35 miljard euro per jaar binnen aan rijksbelastingen. Dit zijn de gegevens van 2011. Dat vind ik nog weinig. Ja. Maar goed, en daarnaast heb je dan ook nog eens een keer de inkomsten- en vermogensbelasting. Dat is ook nog eens een keer 18 miljard. Oh, gelukkig, dat komt er nog bij. Komt er nog even bij. Okay. Dan over de paashaas en de eieren. Nou, een heleboel al gezegd. De eier staat inderdaad voor de vruchtbaarheid. En waar komt die haas nou vandaan? Nou, de godin van de vruchtbaarheid, Ostara, werd afgebeeld met een haas en een ei. En de haas, ja, nou, als iets zich snel kan voortproduceren, is het de haas wel. De godin van de vruchtbaarheid, Ostara, werd afgebeeld met een haas. Met een haas en een ei aan haar voeten. Dat was natuurlijk gewoon een konijn, want je zegt niet bij de hazen af. Nee, maar goed, daar komt wel de paashaas dus. Ze hebben ze gewoon in de oren vergist. Goed, de haas, ja, nou ja, wat ze willen. Dan hebben we nog de haring, van die zoute haring. Oh ja. Komt op neer, je hebt, bij een haring is het zo dat als hij meer dan 16 gram vet heeft, of 16% vet heeft, dan mag het een Hollands maatje heten, een Hollands nieuwe. Ja. Heeft hij dus minder, en dat is meestal na juni, ja. Dan heet het gewoon een zoute haring, maar hij is niet zout. Oh. Dus het zouten komt erop neer dat die van vroeger werden de haringen in het zout gelegd om langer te kunnen bewaren. Oh ja, natuurlijk. Daar werden ze natuurlijk zout van. Maar dat is ook wel weer raar. Gezond. Het is dus heel gezond om haringen te eten. Dat, ja, hij eet zout haring, maar hij is niet zout. Oh, oké. Dat is, ja, want als hij echt zout is, dan wordt hij alweer minder lekker natuurlijk. Blijft hij wel lang goed? Dat waren dus ongeveer alle antwoorden die ik op de chat en op de Twitter heb langs zien komen. Kijk, nou dat heb je niet onaardig gedaan. Even kijken wat ik dan nog niet beantwoord heb. Oh, alleen het volle maanverhaal van Diana is niet beantwoord. Wat is de invloed van volle maan op de mens? Nou, dat zou ongeveer het enige wat... Ja, dat is niet een volledig antwoord wat we hebben. Maar bij volle maan is de aantrekkingskracht op de aarde, of de aarde op de maan, is dan het grootste. Dus dan zou, net zoals bij eb en vloed, he, dan heb je ook de springvloed. Dan zou je dus ook de meeste krachten hebben op de mens. En wat we op de chat van al langs zien komen, is dat mensen er slechter van gaan slapen. Oh ja, van volle maan. Nee, is waar. Nee, het is wel grappig, want de mens bestaat natuurlijk voor echt enorm veel procent uit water. Ja, 96%. En dan is zo. En dan is nog vaak de mening van, nou ja, als dus eb en vloed wordt veroorzaakt door de maan, dan zal dat de maan ook wel invloed hebben op het water in de mens. Maar ja, dat is natuurlijk, ja, je zou ook kunnen zeggen, dat is natuurlijk niet hetzelfde als een oceaan, het water in de mens.
ongeveer. Zo zou je het kunnen zeggen. Verder heeft Tom, zag ik nog even op de chat net gezegd, de invloed van volle maan op de mens leidt meestal alleen tot wat zweverige ik kan het woord niet zeggen. Kan jij het zeggen? Spiritualiteitssites. Ja, dus nou, dat als je erop gaat zoeken, dan kom je van die spirituele, beetje zweverige toestanden tegen. En iemand anders is maar druk aan het rekenen geweest. En die komt in totaal op 230 miljard aan belastingen. Oh. Even dus kijken. We hebben alles bij elkaar opgeteld nu. Even kijken. Oh, dat is wel heel veel dan. 230 miljard is meer dan die 35 miljard en de 18 miljard waar jij net mee kwam. Ja. Klinkt wel iets geloofwaardiger, moet ik zeggen. Maar ja, ik zou het niet kunnen controleren. Gelukkig gaat het de hele dag nog op Radio 1 over belastingen. Dus dan komt het vast nog wel een keer voorbij. Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Dag, dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Hoi.